Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Een hele goede middag. Ja, daar gaan we weer. Ja. Oké, een goedemiddag moet je mij horen, mensen. Een hele goede avond aan alle standvaste luisteraars, mensen. Mijn naam is Sing. Ik ga u een beetje bezighouden en een beetje bijpraten over wat wij dan vinden dat nieuwswaardig is en dat besproken moet worden. Het is vandaag zondag. Zondag 1 september 2024. Een hele vervelende dag in Rotterdam. Broeierig warm. Het is niet te hard, de mensen. Echt. Het is heel vies weer. Maar ja, er zijn andere mensen die erop uittrekken. En ja, je ziet ze tot nu toe buiten lopen en genieten van het warme weer. Het is niet aan mij besteed door mensen. Maar ja, zoveel mensen. Zoveel verschillen. Ja, waarover gaan we het hebben, mensen? Ik kom binnen en ik zie een mooie app van een 597-nummer. En dat ga ik met u meedelen, ja. Weet u, meester, een fijne zondag voor u, ja, ook voor u. Ik hoorde u zeggen, er is geen sterkere man dan Chan in Suriname. Hoe praat u met Rirosé erover? Wordt hij niet wereldig van? dit is een hele mooie vraag. Of meneer Rirosi daarvan wereldig wordt. Ja. Ik heb net daarnet gezegd, zoveel mensen, zoveel meningen. Ik begrijp dat de Surinaamse gemeenschap overladen wordt met allerlei berichten. Iedereen komt en iedereen zegt wat. Inclusief ik, mezelf kom, ik snap ja, ik heb mijn contact met de non-sensiële mensen, weet je. En ik begrijp dat, omdat je zoveel berichten krijgt, dat je, je lasa over zich, joh, Isabi. Je weet toch wat ze zeggen over dat schat, Isabi. Toen ze voeren, dan ze naar mij broeien, dan ze zijn hem doen, zij in kombribi. Ik ga toch willen zeggen aan ieder die luistert, leren. Ik begrijp het dat er veel mensen naar voren komen, want de man was aan het contagie. En ja, het ligt aan jou om te filteren wat je zegt, Taki, moet je luisteren. Kijk nou, dit, ja, hier heb ik wat aan. Hier, dit is gewoon zo waardeloos, daar hoef ik geen tijd aan te gaan besteden hoor. Nou, die gaan lasten mensen, weet je. En ja, dan ga je dit soort dingen krijgen dat die Surinaamse mensen dan een beetje, ja, ontmoedigd raken van alle berichten, weet u. En ja, het is aan jullie om daarop te antwoorden van hoe of wat. En natuurlijk zeg ik, oké, if you want to talk to you, kafisi kontaki. Maar soms wanneer je bepaalde berichten hoort van Surinaamse mensen, je schrik je lam, mensen. Isabi, het is, ja, hoe kan zo iemand tot zo'n gedachte gaan komen? En ik begrijp dat van mij ook, hè, dat ik een heel ander beeld schets van wat de Surinamer wil horen. En wat je wil horen, mensen, ga ik je openlijk zeggen, if me takking lik fade en inoa arkasandati, ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Maar dat is hoe ik het zie, hoe ik in het leven sta en ja, hoe ik er tegenaan kijk. Isabi, wij allemaal hebben een eigen visie. Je hebt daar niks aan hoor, aan die visie. We hebben allemaal een mening, je hebt er ook niks aan. Een mening is nog geen feit. Ik probeer mijn stellingen die ik naar voren haal, een beetje te onderbouwen. Ja, maar dat feit komt tot zo'n sanidang. Ja, omdat aman tak zo'n sanidang. Vandaar dat ik zeg van, oké, if je tak zo'n sanidang, ja, ga ik ervan uit dat ik dat eruit moet filteren. Weet je toch, mensen? En dan zeg ik van, ja, oké, goed, prima. If you nabi notif kontaki, ja, morbid reet aan. Maar als u mij vraagt van ja,
Ik moet u eerlijk zeggen, we praten met elkaar, ja. Inderdaad, binnenstand vaste wortel. Altijd met elkaar gepraat over zaken die we naar voren brengen. Standvast heb ik altijd gezegd, mensen, is niet een bakbouwinkrie. Maar standvast laat aan programmamakers een bepaalde mate van vrijheid toe. Dat ze zeggen van, moet je luisteren, kijk nou. Ja. Je hebt een bepaalde mate van vrijheid met die verstande takkie, ook takkie, leetorie, nou, dit en dat, want ja, daar schieten we niets mee op, want we zitten hier om de Surinaamse gemeenschap te dienen met onze nieuwsberichten, weet je, en ja, if je kon, ja, zo, en je kon pertinente leugens naar voren brengen, dan schat je de studio en de goede naam van Standvast, en dat willen we niet hebben. Maar mensen mogen verschillen. Dus als u mij vraagt van, ik hoorde u zeggen, er is geen sterker man dan Chan, Suriname. Hoe gaat u met Regio-C er, hoe praat u met Regio-C erover? Wordt hij niet weer ervan? Ja, ik heb mijn eigen inzichten en het is goed dat er twee verschillende inzichten zijn en het is aan u om te kiezen, takkie jongen, bagazuma jo, oot napo, voe, tak tak. Oké, hier zit wat in, of niet, weet u. Laat me het daarbij houden, Isabi, maar met eigen, kijk, je weet het sentiment in Suriname is nu, takkie lukuno, amam gwe. Oké, ik amam gwe. Suma mifkote, takamanom gwe, amam tang. Weet je, ik heb daar geen boodschap aan. Maar ik zeg je, ik heb in mijn programma gezegd, kijk, Suriname moet een bepaalde stabiliteit hebben, zodat je zaken gedaan kan krijgen. Omdat, ja, wat wij ervan hebben gemaakt, dat je ziet iedereen in zijn hang. Kijk, als je kijkt naar de twee, deze week, wat een beetje uitspringt na Sanif de Skoutu naar een verpleegster, ja. Iedereen heeft een bepaalde visie en kijkt erop. Maar ik ook. Maar lijkt me tegen zo net. Mijn visie, mijn kijk, mijn mening, telt niet. Je noemt kon je af contact je mening, want ja, meningen, daar hebben we niks aan. Maar probeer even leg uit, hoe kom jij tot zo'n inzicht? Sana, sani, wat is de onderliggende gedachte? Gaan takje, takje, maar ja. Kijk, ik vind het een hele kwalijke zaak van de politiebond. Is dat weer? Ja. Dan, hoe dan? Ja, de mij protesteer, de man naar money, ja, de mij pina, weet je, uitrusting is er niet, dit is er niet, dat is er niet. Hoe kan je dan zeggen dat, ja, maar ik, je vindt het een kwalijke zaak. Ja, een kwalijke zaak van wie? Santoki, want daar ga je weer, Isabi, minnaw in de stand, man, kudiman dan, Santoki in de stand, dus ja, aan mij dekken, man. Is niet waar, mensen. Ik ken hem niet, ik wil hem niet kennen. En ja, weet je, met dan, ja, zo, ik heb hiervoor gekozen, niet voor Suriname. Ik wil een paar uur van mijn tijd besteden aan Suriname, maar that's it. Maar als ik naar de dingen kijk, wat er zich heeft afgespeeld, ja, oké, misschien voor de Surinamer is het leuk hoor. Twee bonden, de veiligheidsbonden, de politie, brandweer, douane, samen penitentiaire werkers, ja, vakbonden, allemaal, boosman, slang, Isabi. Maar kijk nou, als jij protesteert, en je protesteert voor jezelf, hè, je komt op voor je eigen belangen, vind ik het bijzonder goed, dan mag je komen protesteren. Kom ik in Bari. Isabi. Maar als je protesteert, en ik schrik ervan, tak niet jere wan sani voor jou, tak jong. Eigenlijk, samen si voor den bondi, zie. En dan heb ik het over die veiligheidsbonden, hè, want dan, ik ga het scheiden, hè, die de twee zaken. De politiebonden, veiligheidsbonden, de mekaardeservie, dat is gebundeld erin. En de ziekenhuisbonden, ja. Dus we praten op kappen en toe. Eerst een veiligheidsbond. En ik zeg, kijk nou,
als een samensitak de mij, die is mij protesteren, jongen. Want dat is de grote vraag bij mij, Isabi. En dan, ik beluister dat ding en ik schrik ervan. En dan ga ik u meenemen naar dat bericht, zodat ik je ga uitleggen hoe of wat. Isabi, maar kijk nou mensen. Als jij ziet dat je, als er een man op wan staan die nummer, wan oplossing die een probleem. Eén maar. En daar zie je dat wij tekort schieten. Ja, we moeten ook eens een keertje voor de spiegel staan en kijken. Wij schieten tekort. Look, een directeur staan vast. Fidelity, stroomde, computerlity, alles aan niet. Alles bij, internet, noem maar op. Dit snap je, dat probeer je voor. Leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Maar boskopo niet door. Boskopo niet door, schrijf. Waarom boskopo niet door? Ja. Als er een man het taki, er is maar één oplossing mogelijk. Eén oplossing. En dat is geld. Money. Ja, ik heb er een hard hoofd in, hoor, mensen. Want jij rijdt taki, tak, ja, maar ja. Een bevordering, in naam money van Odo, is niet waar. Want gekoppeld aan een bevordering, is onlosmakelijk verbonden. Een verhoging, omdat hij bevordert toch. Ja, ik ben in een hoger rang, dus je gaat automatisch meer verdienen. Dus dat zijn die kleine dingetjes waar je vreselijk moet opletten. Dat is een man op belazer, joh. Er is iets anders ook, hè. Met name, ik wil u meenemen, dat ga ik je wat laten zien. Want met taxonet, tak jongen, met arki, takie. Van de karing, voor wie protesteer je eigenlijk, jongen? Ja, voor wie protesteer je? Dat is de vraag. Laat me jou meenemen en dan ga maar luisteren. Is niet van mij, hè, mensen. Mijn voeren van Pinti. Maar mijn poten netjes bakken. Nooit dus dat ik mijn voeren. Ja? Ik ga u meenemen naar het bericht van de politiebond. We zijn op vrijdag 30 augustus opnieuw in vergadering bijeen geweest. De besturing van de bonden zullen in het weekend verder onderhandelen met het team van de regering. Het doel is om maandag met concrete oplossingen te komen die tegemoetkomen aan de eisen van de leden. De informatie werd medegedeeld aan de aanwezigen door de voorzitter van de Surinaamse politiebond, Milando Atompay. Dit is een buitengewone algemene ledenvergadering. Ik verklaar hierbij de vergadering voor geopend. Oké, okay, er wordt een vergadering gehouden, hè, mensen. Dus ja, ga je grap zetten en straks ga ik je zeggen waar je op moet letten. Ja? En wij hebben één en belangrijk agendapunt. En dat is, is verslag. Meeting gisteren met de president. Uiteindelijk ben ik toeromant en door Osso, even de Tjanima. En dan moesten we weer naar hier komen. Gisteren, heel lang gesproken, zoals altijd, als iedereen erbij, de ministers, de diensthoofden, deskundigen. Er was ook veel eten, maar ononyang. Yo, Sabasan dat hij toch zei, me kijk tegen. Want ja, je weet toch tegenwoordig is het heel leuk en allemaal lafo en het is lollig na de Sandati Isabi. Dat wanneer je dan bij elkaar zit in een vergadering en je gaat een paar uur bij elkaar zitten om te praten en dat soort dingen. Dat je een hapje, een drankje hebt na de Maar ja, dat wordt gelogen straf, hè. Je hebt van die programmamakers dat hem ook tegen. Dat, ja, Chopman, frieters en dat soort dingen. Dus ja, het is heel zielig om te zien dat je erin komt niet tegen de man. Duidelijk, ik ben niet Chopman, ja, Isabel. Echt van die kinderachtigheden waarmee we opgeschreven zitten. Je kan zien, het zijn mensen die niet vaak vergaderen. Ja, mijn om leidt in Nederland, dan ook niet Chopman, maar een broodje, nou, de nonsens, dat zit er altijd bij. En zo, weet je, je drinkt een kop koffie of kop thee of wie zang, Isabel. Maar dit zijn die kleine dingetjes die heel kinderachtig zijn van ons Surinamer. Van dat we, wanneer hij dat zegt, je nog kan blijven met dat ik me goed aan jou, meneer Isabel. Maar laat dat.
Dat is niet belangrijk. De vraag is, voor wie protesteer jij? Voor wie? Dat is de vraag. En ik heb u gezegd, kijk, deze mensen hebben maar één oplossing voor hun probleem. En de oplossing is geld. Mi abi money fanodo. En dat gaat dan de rode draad zijn voor vandaag, om te kijken of het waar is. Dat geld de oplossing is voor alle problemen die in Suriname is. En we hebben gesproken. Mutaki, daarna de president alleen. Daarna je presentatorie getrokken met de ministers en de diensthoofden. Daarna de president, meneer Chilipsi, en de voorzitters. En daarna weer de ministers. Visie is Soa, visie is Kinky. Wij hebben de dingen gezegd zoals ze zijn en bepaalde mensen waren niet happy. Maar dat wij zoveel moeten trotseren, hoe zijn we nog happy toe? Begrijpt u? Dus, onogoluku taki aan meneer Amoksi, dat onogotaki. Wel, baas, alles is gezegd hoor. En ik ben geen visie, alles is gezegd. Toch? Het is gewoon puur de realiteit. Na taki, 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 taki. Ik ga er telkens tussen komen, hè, dat van Amoksi. Kijk, dit is een hele vernedering voor een minister van politie, justitie en politie, dat een ondergeschikte, al ben je bondsvoorzitter, je werkt bij de politie, je zou weten dat een ondergeschikte zo praat over een minister. In noem me vergeten, kijk, tussen Albina en Nunikeri doe je nonsens. Maar wanneer Amoksi bijvoorbeeld naar Frans-Guyana gaat en naar Nederland, en door zo'n pias zo te schande wordt gemaakt, weet je, dan vind ik dat er toch opgetreden moet worden, hoor, tegen hem, weet je. Maar nu komt het aan mensen, want ja, die nonsens van Tompai, die man, ik heb er moeite mee om hem te vertrouwen. Ik wil hem niet vertrouwen, ja. Maar laat het, Isabi. Hij is bondvoorzitter en als er zaken niet gedaan worden, dan zijn het de leden die, je kan protesteren, je kan regeren, je kan doen voor alles, mooi, ga ervoor. Maar wanneer blijkt dat de bondvoorzitter niet functioneert, want je kost Amoksi, maar je moet naar beide partijen kijken. En ik zeg je, Atompai, ja, ik vind dat die te werk is gesteld om meneer Amoksi een hak te zetten en probeer het zo'n beetje te begrijpen wat ik je wil uitleggen. Soemas doen erachter. Ja, kijk, ik zeg je de regering toch. Ik zeg dat hier, saka mam tjun so goono no. Want ja, we zijn een beetje zat van de aboppers. Ik weet niet of het zo is. De tijd gaat het moeten uitwijzen. Maar ik hoop niet dat hij zich daarvoor heeft uitgeleend. Maar ik zeg het wel, Isabi. Want dat valt op. Maar nu komt het, hè. Ik heb de vraag gesteld, voor wie protesteer je? Het is aan de zand, zei Wani. Kijk, je zegt toch, kon iemand de moppet want te regelen. Maar in Taki Sadema Wani, maar er gaat een belangrijke regel ertussen geschoven worden. En weet je wat dat is? Betaal de leveranciers. Dan gaan er bellen van bij me rinkelen. Betaal de leverancier. Wat heb jij daarmee te maken? We hebben net een aantal weken een hele fikse ruzie gehad. Betaalde leverancier, dat wil zeggen, hoezo, leverancier wat? Dan moet er aan besteden worden gehouden. Oh ja, zo niet aan Amsterdam, maar bij een schrift van column in plaats van een journalistieke stuk. Oh, schrift van column, zeg ja, maar ja, de politiebond heeft gezegd, betaalde leverancier, en ja, er is geen openbare aanbesteding, dus aan dat doen jouw ding. Ja. Mensen gaan dat goed gebruiken om te zeggen, ja, maar oké, politiebond, ja, kijk nou, ik ga de leverancier betalen, maar welke leverancier? Ja, maar er is een vaste, ja, dat zeg jij. Ik mag niet een vaste geven, ik moet een openbare aanschrijving houden, voor bij Ikrosi, Isani. Mensen, ja, het gaat tegen ons gebruikt worden, dan, je kunt hier in je vinger. Maar ik vind het frappant dat hij dat gaat zeggen, op dat lijst, dat hij zegt, betaal de leverancier. En dan kijk ik heel anders naar dat hele protestbeweging. Want als hij dat had weggelaten,
En het anders geformuleerd. Niet nadrukkelijk betaalde leverancier. Maar dat, jongen, kijk nou, we hebben geen equipment, jongen. Kan je ons niet voorzien van onze equipment? Hoe je het gaat doen, laat je in het midden. Maar als je zegt, ik betaal de leverancier, ja, dan heb ik een probleem daarmee, ja. Is toch logisch? Maar ja, dan benadruk je iets en zo kijk ik ernaar. Je kan het heel vreemd vinden, maar dat is me wel opgevallen. We gaan luisteren naar wat hij gaat lezen, want hij gaat de hele lijst lezen, die van Eik, hè. Veiligheidsbonden, de dato 29 augustus 2024, locatie Conference Room, kabinet van de president, tijdstip 21.15 tot en met 0.15 uur. Er is hier een clustering gemaakt van de aangehaalde kwesties, / verantwoordelijkheden en de tijdslijn die daarvoor is uitgegooid. 1. Kwestie lonen en koopkrachtversterking. Het team dat daarmee belast is, de president... Ik ga er telkens tussen komen. Hè. Kwestie lonen en, hoe heet het, minus op zaterdag morgen. Maar koopkrachtversterking, lonen, dus de mama extra money. Hè. Je ziet wat ik je zeg, toch? Kijk, onze oplossing is geld voor hoge money. Oké, we gaan straks er nader op ingaan. Clusterteam van ministers en onderhandelingsorgaan overheid, OO, plus de voorzitters van de respectieve veiligheidsbonden. De tijdlijn, eerste meeting is gepland voor dinsdag 3 september aanstaande om 4 uur op het kabinet van de president. 2. Urgente aanpak. Daarvoor is er een team urgente zaken en die bestaat uit clusterteam, leiding korpsen, Juspol, onderhandelingsorgaan, adviseur Chilipsi, een vertegenwoordiger van financiën, directeur Munzi en de voorzitters van de respectieve veiligheidsbonden. En de urgente zaken die zijn A. Risicotoelagen en overbruggingstoelagen bij respectievelijk KPA en KBS. Dat is dus Korps Penitentiaire Ambtenaren en het Korps Brandweer Suriname. B. Bevorderingen binnen de korpsen en BBS die zijn blijven liggen. C. Beleid benzine, korpsen en BBS. Oké, dat had ik u vorige week op uitgelegd, hè, dat er veel benzine wordt gestolen. En ik vond het een hele goede, sterke reden voor de regering om te zeggen, ja, nee, jullie gaan op rantsoen. Oké, maar zet je schrap, hè. Die leverancier mensen, zet je schrap. Waarom ze BBS apart zetten, hoor. Ja, in elk geval beleid, benzine... voor de korpsen. De tijdlijn daarbij is, de eerste meeting die is gepland voor vrijdag 30 augustus aanstaande om 5 uur 's middags op het kabinet van de president. De directeur Munzi die zal daar het geheel coördineren. Met betrekking tot punt 2b dienen de leiding van Juspol en de korpsleiding van KPS en minister Binnenlandse Zaken een overzicht te presenteren op de bespreking van vrijdag 30 augustus 2024, dus vandaag. Oké, we gaan ons grap zetten, hè mensen. Zet je grap. Het streven is om de bevorderingen die op Juspol of bij korpsen zijn blijven liggen, uiterlijk maandag 2 september aanstaande afgerond te hebben en de aanpak ervan gelijk na presentaties overzichten de dato 30 augustus 2024. 3. Overige issues van de veiligheidsbonden, waaronder de aankopen ten behoeve van de korpsen. Hier. Hoor je dat? Aankopen ten behoeve van de korpsen. Dat is iets dat niet onder jou valt. Maar je gaat het benadrukken. Aankopen ten behoeve van de korpsen. Weet je, je moet je niet met het aankoopbeleid bemoeien van een regering, of het nou Weidenbos is, Venetiaan, Boutersen of Santokki. Daar ga jij niet over. Maar, zet je schrap. Doet men het weer hoor, BBS apart. Te verrichten betalingen aan leveranciers. Hoor je? De te verrichten betalen aan leveranciers. Voor wie protesteer je eigenlijk? Protesteer je alleen voor de politie? Of ga je een leverancier bevoorrechten en
praten voor die man. Weet je, en daarom zeg ik van Lucono, kijk, wij moeten hier op alert zijn. Ik kijk er zo naar om te zeggen van, moet je luisteren, jongen, zeg maar niet zijn collega uit, jongen. Is dat niet toch van, hoe moet je dat maar, zeg mijn collega uit. Hoe weet dat toch, dat hij toch voetak en zo. Snap je? En voor mij dan haak ik af, hè. En als ik afhaak, ja, dan ga je dit krijgen. Snap je? Dan zeg ik, jongen, je bent politie, je protesteert. Oké, loonsverhoging, al dat soort dingen en zo. Ja, prima. Maar ik heb moeite met die andere dingen waarmee je gaat inlaten, dat niet eens, niet jouw bevoegdheden dekt. Jij mag daar niet over praten. Ja, je kan je ongenoegen kenbaar maken van, hé, luister, dan wil weer een paar extra schoenen, een paar extra hemden, broeken, dassen of noem maar op, hoe je uniform eruit ziet. Maar hoe de regering dat gaat doen, dat is aan hun. Zorg dat ik niet kies aan dat je. Of ik kan wel eens, dat je betaalde leverancier. Ja, ik zou zeggen, wie ben jij? Wie ben jij? Weet je? Dus, we gaan daar een beetje op inzoomen. Wat er hier zo gebeurt, ja, met deze protesten, vandaar dat ik er een hard hoofd in heb. Maar dat kan, Isabé. Maar onthoud het, hè, lonen, Isabé, die mannen zien geen ene andere mogelijkheid meer dan dat we lonen moeten, onze lonen moeten verhoogd worden, want ja, dat is het heilige doel waar we naar streven en daarom pina moro. Ja, ik wens je veel geluk, hoor. Isabé, maar voordat we daar naartoe gaan, om een beetje uit te weiden, even nog een appje, deze hier zo, en mensen blijven ze sturen, hoor, weet u, even kijken, goedenavond, meester Sien. De beveiliger van president is op non-actief en zijn wapen is afgepakt, alleen omdat hij de poort heeft opengemaakt om Atompai en zijn mensen tot de ingang van de president. Zit dan deze beveiliger fout? Oké. Ingang van het presidentieel aan het paleis Mibriën, maar waar de president zijn huishouding houdt. Kijk, wanneer er expliciet is aangegeven de taken en bevoegdheden van zo iemand en jongen, dat zijn veiligheidsbonden, ze moeten komen binnen. Wie ben jij weer? Kijk, dit ding is dat probleem in Suriname. Uno abi verantwoord. Jij weet dat deze mensen uit zijn op confrontatie. Jusabi, de senaman die zie altijd op pakken. Ja, maar ja, die de koeliboer of een keer komen, maar ontvang de man, hapje, drankje, al dat soort. Ja, maar je hoort hem ook toch zeggen, die abtompa. Ja, voor een jan bederen, mam nonjan. Dat neem je zelf. Mam tjaga ozo, hè. Minonjan, mam tjaga ozo. Isaba, een mentaliteit voor ons, man. Weet je. Minonjan, men ja, domre gim na man tjarengwe. En sabi serveren, man. Een vrouw na na toeptien, dus in om gim van porties ozo. Weet je. Manga ja, sanda man. We kennen onze Pappenheimer. Liba sandati. Maar men gaat altijd dat verschil benadrukken. Je denkt, die man komt een keer in zang. Ah, man, kadoroselijk. Ja. Want ik heb u altijd gezegd, ja, je gaat zeggen, ik praat goed. Ja, ik doe dat. Wanneer jij ziet, als president van de Republiek, of je nou Weidenbos heet, Venetiaan, Bouterse of Santoki, dan moet jij een keuze maken. Deze mensen zijn uit op confrontatie. Ja, ik ga de confrontatie niet aan. Ja, jij dient de presidentschap te beschermen. Nou, ik ga Sansami leg je uit voor Atompai, waarbij hij een minister schoffeert, beledigt, belachelijk maakt. Zo'n afgedankte figuur, een ondergeschikte van de minister. Snap je? In een andere democratie zou dat nooit toelaatbaar zijn, nooit. Weet je, of je nou bondvoorzitter bent, koning, keizer of admiraal, je zou het voelen, hoor. Ik zeg je eerlijk. Maar kijk, deze mensen, ja, het is geen excuus, if you do it,
Maar die tantiri, dat kie een jong niet dominus of van hem gewoon naar de sambisie. Weet je, dus ik zeg één ding, kijk. Je moet zo zien, hè, mensen. Kijk, wij letten op dit soort dingen. En dan, je sabi van ze naar dit toch? Ja, maar ja. Je trekt partij, je doet dit, je doet dat. Ik keer terug. Wanneer deze meneer een duidelijke instructie heeft gehad. En hij zegt, ja, nee, kijk, dit zijn mensen. Ik voel op een gegeven baba. We op een gegeven man is ook toe. Ja, wanneer de president zegt, jij maakt de poort open. En heren, jullie komen achter me staan. Ik ben de president. Ik ga met mijn burgers praten. Ja, maar dat zijn niet iemand. Nee, er is een verschil. Iemand die een confrontatie zoekt. En iemand die een oplossing zoekt voor zijn probleem. En die op een beschaafde manier. En ik zeg je, die beelden moeten er ook zijn. We hebben gezien hoe de Samaka tegen dat bedrijf, dat Maleisisch bedrijf Palmeras, ging protesteren. Het was een lust voor het oog. De mij kon de odo, de mij sini, de mij protesteer, nooit no wang grap wang uru. Isabi, de manu bij de abai sa e wakanga uru, no wamang. Nee, dat was prachtig om te zien. Als jij je zo gedraagt, dan zijn het mooie beelden voor de Surinaamse gemeenschap om de wereld in te sturen. Maar als je dit soort labiele figuren hebt, ja, die dan komen protesteren. En ik vind dat je aan een president moest konden, dan kon kosten, let voor de kosten aan ook zien. Regera man, dat je, dat je pina, je pina wie. Weet je, dan zeg ik nee. Deze man moet de presidentschap van de Republiek Suriname hoog houden, dan moet je. En ik laat me het gelijk goed zeggen. Je moet ze bespiegelen. Jij moet ze bespiegelen. Nee, ik kom niet. En Suriname moet je niet zien. Ik kom bakbouwengri. Ik voel. Toepad dat je mij komt. We gaan DNA of we gaan Sani. De DNA moet zich ook waardig houden. Nee, jij kan niet telkens komen. Of je organiseert naar de zender, stuur je ons een berichtje van hey, moet je luisteren, ik wil komen, een petitie indienen. Ja, maar je kan niet zomaar binnenkomen. En dan, ja, ik vind dat ja, je moet me nu aanhoren, allemaal nu. Nee, we moeten daarmee ophouden. En ik zeg je, wat voor regering ook, Weidenbos, Venetiaan, Bouters of Santokki, als we niet beginnen om de bevolking op te voeden, kijk wat voor beelden er naar buiten komen. Mensen beseffen het niet en begrijpen niet de schade die ze aan de Republiek. En dit zijn Suriname loffers. Hé jongen, in de bak onder, jongen. Ai. Weet je. Ja. Dus als u me vraagt van, kijk, deze meneer is op non-actief gezet. Ja, als hij een duidelijke instructie die hij heeft gekregen, heeft genegeerd en hij is zijn eigen regels gaan toepassen, dan voordat je hem op non-actief zet, moet je hem een trap onder zijn kont geven. Ja. Als voorbeeld dienende tak eieren. Kijk nou collega's, dit gebeurt met jou wanneer jij een duidelijke instructie negeert. Weet je, je moet deze mensen ook gelijk ontslag geven. Want ja, dan ben je niet gezagsgetrouw. Isabi, als je dit soort nonsens wil doen. Dus als u me vraagt, die man is op non-actief gezet omdat hij ja, heeft de poort opengemaakt. Ja, als dat duidelijk in zijn instructies dat hij dat niet moet doen. En Isabi toch, dat is een de vrede, dat is onzin. Onzin. Weet je, no woman of vrede. Die zie je, we kar Shintori. Shintori. Probeer als hoogwaardig burger, en je ziet het in Suriname hoor. Vele mensen die gedragen zich netjes. En dan vind ik dat jij als DNA, de wetgevende macht, als uitvoerende macht, de regering, ja, dan moet je daar gehoor aan geven. Maar als je ziet dat ik mij corrigeer, dat. Maar Lucas, dan is Brunswijk, jongen, Brunswijk. Altijd moest baarden, maar jongen. Altijd. Dat is mijn arkie. Weet je, ik vind het niet kunnen dat. Dat is geen demonstratierecht van niemand. Wij zijn een beetje doorgeschoten. Hoe vindt dat je ons maar kossie, ons maar geri. Ja, takman losani.
Weet je, en ja, ik zeg je, ja, dat is niet goed hoor. En daarom kom ik tot een bepaalde conclusie om te zeggen, dat je, die man Atompai, ja, zit hij op de payroll van de VHP, om te zeggen, ja, maar kijk nou, de VHP vriest zich moeite met dingen, de ABO. En ja, je ziet toch wie ze daarvoor zetten, Atompai. Zou het zo kunnen? Ik weet niet, ik vraag het alleen maar, het valt me op. Ik weet niet of het zo is. Maar ik denk bij mezelf, jongen, meneer Amoxie moest toch een beetje gaan optreden tegen hem. Bondsvoorzitter, dat is jouw zaak. Maar je moet niet vergeten, je bent dingen. Je bent een ondergeschikte. Je werkt in ondergeschiktheid aan het openbaar gezag. Een van die mensen die belast is met het openbaar gezag is het ministerie van Justitie. En ja, kijk. If je vindt dat, nee, maar ik moet alles kunnen zeggen. Isabel, dommigheid voor me toch. Democratie is mijn democratisch recht. Vrijheid, blijheid. Ik mag doen en laten wat ik wil en ik mag zeggen wat ik wil. Ik heb goed nieuws voor je hoor, Godoro. Daarom krijg je die problemen in Suriname. Want ja, if je nog eens corinoleert aan een schadebeginsel. Ja, zomaar, mief, bollig, dit is aan het uit. Zomaar, nami. Minamoro, de mond, ja, zo ben ik staan vast. De famo, bollig, ja, aan het uit. Weet je? Dus als er een maatregel is getroffen door deze man, hij heeft een duidelijke instructie, een opdracht genegeerd en hij is naar eigen zienswijze gaan handelen. Ja, dat kan niet mensen, omdat hij in ondergeschiktheid ook werkt. Hij is belast met de beveiliging en hij mag niet naar eigen inzichten werken. Dat kan niet, dat mag niet. Weet je, dat mag je niet doen. Oké, dus dit heb ik gehad. Goedenavond, meester Sien. Blij u te horen. Vandaag las ik een tweetal artikelen in de Ware Tijd over enerzijds de verminking van gebieden in Suriname door illegale boskap. Anderzijds een artikel over de zorgen om ondermijning traditionele gezagsstructuur. Opmerking mijnerzijds is deze Santoki, als wel Albert Ramdin, dacht ik, lopen ongegeneerd te zwaaien met het woord carbon credits. Ik heb drie vragen hieromtrent. Oké. Is er een verband te leggen tussen de illegale boskap, CQ-verminking van grote delen van het Surinaamse bos en de zorgen om ondermijning traditioneel gezag? Wie of welke groepen mensen kan men verantwoordelijk stellen voor deze daden? Het liefst met terugwerkende kracht. Is het juridisch mogelijk, internationaal gerechtshof, internationaal strafhof of anderszins de daders strafrechter te laten vervolgen voor deze misdaden? Want iemand moet hiervan toch de benadeelde partij zijn. Ja, hele mooie vragen moet ik u eerlijk zeggen. Ja, mensen, even, ja? Laat me even wat zeggen. Kijk hier. Ik word hier beschuldigd dat ik een Chinese ben. Uw microfoon staat er. En niet uw regering weer goed. Niet mijn regering weer goed praten. Mensen, ik word beschuldigd hoor. Oké, mijn microfoon staat te luid. Ja. Ik ben een Chinese, hebben ze gezegd. Ja, mooi zo. Oké. Laat mij proberen deze vragen te beantwoorden. Hè. Is er een verband te leggen tussen de illegale boskap, CQ, verminking van grote delen van Suriname, Surinaamse bos, en de zorgen om ondermijning traditioneel gezag? Ja. Zorgen, dat laatste gedeelte, zorgen, ondermijning traditioneel gezag. Kijk nou mensen, ik ga u eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n voorstander van traditioneel gezag en traditioneel gezagdrager. Ik ben een voorstander van centralisatie. Het gezag moet op één plaats zijn.
Waarom ben ik geen voorstander van het traditioneel gezag? Ik heb u in een aantal programma's van mij duidelijk gemaakt van moet je luisteren, kijk nou, laatst is er weer eentje naar voren gekomen. Al deze gezagsdragers, die mensen hebben concessies. Die mensen hebben allerlei concessies gehad, hout, kap, goud en al dat soort dingen. En die man doet hier niks mee, hè. Hey, wacht hij. Hier en Iwan Gobroka concessie, abo, paimi. Dan maak je ze helemaal niet, dan maak je dringen, isabi, maak je impressie. Maar hij heeft een concessie als kapitein of gramman, basjas. Allemaal concessies bijna. Maar dan maak je over grondrechten. Je hebt al je grondrechten gehad, want die moet ik wel concessie. Alleen, ja, je weet toch, dat gezagsstructuur is er zo. Dat je, ja, kijk, naar gramman, kapitein, min ook contact niks tegen. Ja, en dan zeg ik, kijk, nee, dat is niet goed. Dit is de 21ste eeuw. Veelal ga je horen van mensen die gaan praten over Canada. Laat mij jou zeggen. De man zegt, sabi, kafisi de taki. Want Canada heeft het goed geregeld. Weet je? Inderdaad. Maar Canada heeft duidelijk gezegd, look nou, Iwan Libiso, une moeilijkie. Wij bieden jou een plek, een reservaatje, ga daar wonen. Je noemt ook aksunu noti. No aksu no niks. If ya watra, ya watra. If ya elektriciteit, dan na jouw zaak. Ziekenhuis naar de zaak, ja, is jouw zaak. Op grond van menselijkheid, weet je, humanitair. Dan ben je je ding. Maar omgekeerde man, dat keer nog, kijk. Nooit van Canadees ook komt, dat dit is mijn reservaat. Hé, wie kan bij jou een pension? Een bouwman of zo. Dat kan niet. Maar omgekeerd hebben ze open en duidelijk gezegd. Look no. Jullie kiezen hiervoor. Je neemt kan unu. In een kantoor rond je neemt kan waar dan ook. Ja, Quebec en noem maar op al die plaatsen. In een kom bij niks, ja. Opgedonderd met jou. Canada heeft het goed geregeld, ja. Ik ben een voorstander ervan. Taki, look no, kijk. Boskap, goudkap, naar de zon. Wie zijn de daders? Ja, je gaat schrikken. Je gaat schrikken om te zien wie de daders zijn. Ja, want Gramang. Ik noem zijn naam nog niet. Want ik heb het niet gelijk bij mijn kwartier overvallen. 50.000 hectare. Je moet je afvragen. Kijk, de vorige regering heeft gemeenschap bos geboden aan de Indianen. Weet je? Zijn de man dan een gemeenschap bos? De man tak, ja, maar kijk, we hebben een gemeenschap bos nodig. Oefisolo, ons jachtgebied. De man ook aan de man kap alle oedoesering. De man kaping, gewoonsering. Heer gemeenschap bos, kaal. Je hebt gezien, kijk, wij Surinamers, we zijn een slecht volk. We hebben gezien wat er is gebeurd bij Peking Sarong. Unomatakeng. Mensen gaan jou altijd zeggen, ja, die mensen zijn standrechtelijk vermoord, maar dit, dat, al dat soort dingen. Onzinnigheden, ja. Maar de diepgewortelde, onderliggende gedachtegang, voetapé, ben ik gewoon gevecht om concessies. Usabi, monetaki. Concessie, de man vindt die concessieren. Snap je? Ja. Dus als u me vraagt, de eerste vraag, is er een verband te leggen tussen de illegale boskap? Kijk, de illegale boskap moeten we eerlijk wezen, de daders zijn bekend. De daders zijn bekend. En het zijn niet de slachtoffers. Waarvan je denkt, jongen, de potie in je pina, jongen, is niet waar. Is totaal niet waar. Ik wil even wat aan jou even kijken hoor mensen, if niemand doet wat aan die snel, snel, want ik word ermee. Dan ga ik je wat laten zien hoe moeilijk presidentschappen zijn in Suriname. Ja, dat ga je net zien. Ik dacht dat ik het snel kon vinden. Maar dat gaat hem niet worden dus. Ja, ik moet u nog schuldig blijven dan, Isabi.
Hier zo, kijk. Laat me je wat laten horen, kijk. Wij zeggen, de Indiaanse gemeenschap, en mensen, kijk nou, het is geen oorwassing of wat. Het is een constatering, Isabi. We zijn dat die. Is geen verwijt, dat is niet aan ons. Je moet bij jezelf te raden gaan. Ja? Maar de koe van presidenten hebben moeilijk naar de zand. Is illegale houtkap, boskap, want zij is hier. Maar is deel. Kijk nou mensen, je kent dat woord koelie toch? Koelie? Ja? Goed opletten wat ik je ga uitleggen. Vandaar dat ik er vreselijk trots op ben. Koelie. Shower toch? Shower. Die man bij sigeri mi kan sorry tak mi kan show sixi biri krat. Isabi? Fossi den bigisma funo, sade man berei. Buriki wagi anga asi wagi toch? Koelie. Shower. De mij show, die si show, dat is show voor alles. Ja? In Suriname zien we maar één ding. Wat zien we? Ja. Kijk nou. We zien grote DAF-trucks voorbijrijden met grote houtblokken die weggevoerd worden uit Suriname. We zien de hinder staan in een DAF-truck het ding wegschouwen. Ja. Die man is transporteur, die man is koelie, hij show. Ik moet je niet liggen, ja, want ja, ook toe. Hinder staan zijn man. Die man rijdt in heel Europa mensen met zijn dingen. Hij is, maar vroeg zich maar voor zijn naam, kon ja, hij is weer koelie. En dat aan een centori. Nou, een centori, want if you want that truck, ja. Een auto van bijna 400.000 euro, die van die grote opleggers met goederen door Europa trekt, ja, dan ben je wel een geslaagde koelie. Laat me het zo zeggen. Maar, zij straatje. Dus, koeliebas aan dat, want ik weet, iemand zit me te belachen, oh, Timmy, ik ben Chinese en ik ben dingen aan het goed praten. Dus, oké, laat dat. Maar ik zeg je, kijk, illegale boskap, ja. Je moet kijken naar degene die over die concessies beschikt en die dan concessie heeft gehad om bos te kappen. En het zijn geen potodici. Isabi toch conquest, conquistador. Want altijd kolonialisme, die staat hier. Nee, aan een Spanjolo, denk aan Columbus, naar de man, aan de man dat hij. Aan het Doisiri, aan Amerika, aan het Jew. Naar Sanamang, Sanamai Koting en Sanamai Charingwe. Zolang wij dat niet willen inzien en we houden ons voor de gek, ja, dan heb je het zelf gezocht. Maar ik zeg je, dat laatste zinnetje van u bij uw vraag was: kijk, de zorgen om ondermijning traditioneel gezagstuur. Ja, ik deel die zorgen niet. Ik zeg, ze zijn geen slachtoffer. Ze zijn dader. Ja, heb je me gehoord? Ik sta hier achter een microfoon en ik zeg, kijk, je noemt me Asaratiki de man. Je moet die mannen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Weet je, in een ander programma zal ik uitgebreid op ingaan, waarbij je ziet dat de mensen die in zo'n dorp wonen, ook al, ze zijn het al zat van de handelingen van die kapiteins, die gramangs, die basha's. Ja, maar dit wil ik u niet onthouden. Waarom ik zeg dat ze daders zijn en geen slachtoffer, ja. Dus, im arkiserevi, dan overtuig iserevi, want ja, je overvalt me daarmee. Dus, ik zeg, ga maar luisteren. Hoe het doet verkeerd zijn die zang, ben kan tjaar aan ontwikkeling komen is hij, dat op de DDC, a belangrijk, voeluku, taki, ubreti, maar als aan die zomen kan sa eerder. Aan de kamp sa eerder, even om een Sierra Stone fabriek. Als een fabriek samen met de stone, aan de serre naar Unu serre. Morgen aan de kaf in de plaats, maar aan de serre broodje naar Unu serre broodje. Nou, we zijn onderdeel voor het trein van de Watson. We hebben het verwijt, we hebben het moment in de historie, we om zorgen dat de zand dat hij en de Libisch maar de zand heeft, maar we vertragen onze eigen ontwikkeling.
En ik denk dat hij sommelanga, alle de kapitein. En vandaag aan de dag de jongeren, Jona en Wermi, over San moest asfalteren. Heb je nog best een fabriek? Je schrijft bij voor haar dat pas sommelanga. Maar goed, we gaan elkaar geen verwijten maken. Oké, okay, mensen, en dan met takia. Weet je, dus ik zeg je, kijk, waarom ik tot de conclusie kom om te zeggen, kijk. Hey, zoek je een... Niet voor mensen, die rommel van die reclame, hè. Oké, okay, ja, ik heb veel meer, hoor, fragmenten om je te laten beluisteren, maar... Ja, ik ben niet goed voorbereid, maar even actie niet, over ondermijning van gezag. Even kijken hoe je het hebt geformuleerd. Ondermijning traditionele gezagsstructuur. Hier is een president etaki waarmee hij geconfronteerd is. Hier zijn mensen, kook dat eerlijk, wat bigi man. Owee goe go mek wan brokkie. Inge sering. Wan brokkie. Soms, en oboeieren mensen, sorry, neem me niet kwalijk. Maar soms, ze namen het doosan zo taki. Je moet er zo om lachen, joh. Fayu. Dadelijk de man qua foto, de man tak, hey. Utapangan ons is er, mina eerste bewoner. Abroki wij in een bosburg wessering. Fayo do. Maar dat is aan de tipsa. Je jere to. Ik ben ook chintrein dape, on loco. De man ser ala de onderdeel. Van sanati. Ja, fadam. Alles je serie. Precies zo lekker concessie. De man kies van concessie. En nou, en ik ook dikke, want ik doe niet hangmat. Ik doe smoka ingi sigara. Drink om tien zo kassieri. Iwan bij Iwan goed ikie. Ja, hier alsjeblieft. Nee, bij mij zo meni. Ja, weet je. Oké, okay, dus mensen, wees op je hoede daarmee, hè, want ja, deze zaken zijn moeilijk, hoor. Oké, okay, opmerking mijnerzijds in deze Santoki, als wel Albert Ramdin, dacht ik, lopen ongegeneerd te zwaaien met het woord carbon credits. Ja, ja, moet je luisteren. Ondanks al deze rottigheden die plaatsvinden in Suriname. Ja, maar boesie. En ik zeg je, kijk. Ik moet je eerlijk zeggen, hoor. Je acties, of jong, man is naar niks voor doen. Ja, maar ik ga wel. Toen er hier zo. Die klimaatconferenties worden gehouden. Ik hou ervan om er naartoe te gaan. Want mijn man leren, isabi toch mensen. Mijn man sabi hoe het in elkaar zit. Als de Suriname dat naar laat. Kijk, inderdaad, er is een potje gemaakt voor deze landen. En ja, waarom zou je het laten? Kijk, als je dat kan binnenharken. En je sabi toch, ik begrijp dat van Suriname. Ja, maar ja, de man die zo goed kan monie, dat hem ook jamming, dat hem ook bij. Alle soorten zijn. Ja, kijk, je hebt de kans ook gehad. En de komende regering, als je het laat liggen, omdat, ja, yo kisa sanif ori, baka, want ik ga het zeggen, ontwikkeling. Den baba diskoni, den baba koni, die zegt precies hoe dat ding in elkaar zit, hoe het werkt, en wat je eraan kan doen. Die kon ik vaarlijk, mensen, weet je. Het is heel moeilijk, maar ja, dat je er ongegeneerd mee loopt te zwaaien, ja, ga ervoor. Zij wanneer je in Libeng. Of je kan kiezen wat money voor de opbouw van het land. Ja, je hebt geen andere keus. Het zal wel moeten. Weet je, oké. Okay. Ik heb 3 vragen hieromtrent. Ja. Wie of welke groepen mensen kan men verantwoordelijk stellen voor deze daden? Het liefst met terugwerkende... Ja, kijk, die mensen die heeft gehad voor dingen. Inderdaad, je hebt een hoop mensen die in de stad zitten... Die een concessie hebben, die dat uitbesteden aan de. Maar daarom met de goed temmeren, de man die selectie, Asabina, de kleine goudzoeker, die bestaat niet hoor. De kleine goudzoeker werkt op een concessie van een groot concessiehouder die in de stad zit. Aan mij die kan go to. Even aan mijn vinger of aan een vinger, een concessiehouder, dacht ja, maar ik wil dit hebben van jou. Weet je, dus ja, de hel met jou. Snap je? Dat is dat ding. Oké, okay, mensen. We moeten voorzichtig zijn met de mensen die je verantwoordelijk moeten stellen, want je gaat een hoop mensen, als de kapitein, na de Graman, de Indi kapitein, de Graman, de Buskondre kapitein, Graman, de Basha, al deze mensen hebben ook vuile handen. En natuurlijk de mensen in de stad die daarvan genieten. Is dat het idee? We kosten bakra. Maar de bakra dat niet. Luister nou. Je kunt boet bon.
je dikke go to dat ik is aan money. Je want jara money kon via Amsterdam, tak zogenaam je charinga Hongkong. Ja, dat gaat hem niet worden. Weet je, dat gaat hem niet worden. Jij mag onze grondgebied niet misbruiken voor jouw wan en misdaden. En ik sta erachter. Weet je, dus wees voorzichtig met het stellen van daders. Want je schrik is zomaar de daders. Maar er moet openheid komen een keer, zo'n mensen. Even kijken hoor. Is het juridisch mogelijk internationaal gerechtshof, internationaal strafhof of anderzijds de daders strafrechtelijk te laten vervolgen voor deze misdaden? Want iemand moet hiervan ook de benadeelde partij zijn. Ja, de benadeelde partij is de Republiek Suriname en wij moeten dat in acht houden. Kijk, in Afghaan internationaal strafhof, want ja, als je komt hier in Den Haag, dan moet je zo zien dat ja, sommige dingen kan je als particulier niet komen. Het zijn landen, ja. Internationaal strafrecht. Dat ding van de Statuut of Rome, ICC, isabi. En in een migrap, want ja, de Caribbean heeft een eigen, is een eigen rechtsorde aan het ontwikkelen. Waarbij Suriname als CARICOM-land ook gaat moeten aansluiten. Dus dat zijn gerechtshoven, maar jij kan dit soort dingen niet daar brengen. Je moet het naar de Surinaamse rechter brengen. Ja. En dit soort dingen doen. Want dit zijn mis- en wandaden die binnen het grondgebied van Suriname plaatsvinden. Alleen ja, wij zijn niet willing, omdat er veel mensen zijn, weet je, die hier betrokken bij zijn. Waarvan je zodanig schrikt dat je niet weet van, jong, hé, hey, Isabel Sani toch, ook gij Brutus. Je schrikt je zomaar naar dingen. En als je Surinamers vraagt, dan moet je tegen je niet. Ik heb geen concessies. Minabi, mina concessie, maar dat is nog moeilijk mee. Maar ik heb wel een NV. En ik heb wel een stichting. En die NV of stichting heeft wel concessies. Maar ik niet. No, no, no. Nog moeilijk mee. En als je wil berechten, ga die NV berechten. Dat is die stelling wat in Suriname geponeerd wordt. We blijken vaderlijke mensen, tak Nederlands. Oké, okay, mensen, ik ga een beetje voortmaken. Even kijken hoor waar ik ben. Oké, okay. Goedenavond meneer Zink, fijn dat u er weer bent. Oké, okay, dank u wel. Grapje. Ja, je noemt me Janice Juna Bautis. Je zendt me een link, kon je even me open. En die computer crash, moet jij weten hoor. Oké, mensen. Meester Singh, u vertelt ons de waarheid met bewijzen. Daardoor ben ik heel blij met, blij mee. En of u een Chinese of een Bautist bent, dat is uw democratische. Ik heb, nee, nee, maar kijk nou, ik ben genoemd Chinese, hè, maar laat mij u eerlijk zeggen, ik heb geen band met Santoki, ik ken hem niet, ik wil hem niet kennen. En ja, ik heb gekozen voor Nederland, dus ja. Maar ere wie ere toekomt. En mensen, kijk nou, ik ben vreselijk arrogant. Zodra ik niet ga zijn ere wie ere toekomt, dat ga ik altijd laten zien. Dat ik ben ietsje hoger geweest naar school dan de vierde klas. Dus dan ga ik zeggen, noblesse oblige. Maar onthoud, we praten over mensen die zaken doen, hè. Op de achtergrond, in het duister. Waarvan we niet weten. Laat me je het straks laten zien waarom ik zeg, kijk, deze jongens, Atom Pai en die Lloyd Paul, ik vertrouw ze voor geen cent. Voor wie protesteer je? Leverancier of hoe wat? Isabi, oké, okay, Ivo, ja? Beste meester, zien uw geluid kan beter. Het is te luid en vervormd daardoor. Groetjes Ger. Hé, hey, Ger, jongen. Dankjewel, hè. Voor corrigeer me, Isabi, en blijf me volgen. Meneer Singh, deze mensen zijn kort van memorie. Het is een onverbeterlijk volk. De tijd is aangebroken dat de regering de namen moet publiceren van alle concessiehouders. Ze moeten ook de namen van de mensen publiceren die hun concessies aan buitenlanders hebben verkocht. Ja, mensen, kijk nou. Wij hadden gedacht toen Santoki aankwam dat hij dat zou doen. Maar je ziet dat de kapitaalkrachtigen in Suriname een hele sterke poot hebben hoor, in de economie van Suriname en in het beleid van Suriname. Ik heb u gezegd, Weidenbos 0,0.
Venetiaan 0,0. Bouterse 0,0. Santoki 0,0 ook. Het is niet hun. Zij zijn Japanese tak wayang. Isaba wayang pop toch? De jongen mij playing. Weet je, nou ik zou bouter betekenen. We playen damspel, jongen. Maar hij is die schijf hoor. En nou eens dong is kooi van schijf. Nee, dat zijn de kapitaalkrachtigen in Suriname. En die mensen hebben vreselijk goed geboord. Al die schulden die Bouters heeft genomen, en dat zijn buitenlandse schulden, ja, die zitten in hun zak. En Suriname, ja, je bekijkt het maar. Weet je, wij willen daar niet over praten, we willen het niet zeggen. En dan ga je dit soort problemen krijgen, weet u. Mensen, blijf die app sturen, Isabi. Maar laat je niet bedonderen, hè. Door gezagsdrager. Ik zeg je, kijk, in Suriname moet er een keertje iemand opstaan en zeggen, kijk nou, look nou. Wij, gezagsdragers, Indianen, tribale volken, noem maar op, hoe je dat beestje wil noemen. Isabi, en mensen, ik moet op mijn woorden passen, want je weet toch, alles wordt op een weegschaal gezet. Het is een uitdrukking hier, hoe je dat beestje wil noemen of hoe je het wil benoemen of dat. En het is niet slecht bedoeld. Men elkaar nou allemaal een beest, maar is Nederlands weer plekvallig. Isabel draait tongen aan de nonsens. Maar laat dat. Kijk, er moet een keertje een man opstaan of een vrouw opstaan in Suriname en zeggen, kijk nou heren en dames, Asanis negodoro. Asanis negodoro. Alle Indianen, alle binnenlandbewoners, jullie gaan, net als Canada, je gaat in een reservaat wonen. We helpen je. Er komen scholen daar. Er komen ziekenhuizen. Er komt internet, water, elektra. Maar bij elkaar. Je komt bij elkaar. No amanego. Afiolo, godolo, na disolo, datolo. Nee. 50 man hier, 100 daar. Maar daar, ja, de 50 man. Waterlijnen, elektra, internet. Alle die is... Het werkt niet. Lukuno, wat biggie biggisma. En ook kan dat hij eist dat hij voor een land met 600.000 mensen. Kan niet, bestaat niet. We moeten daarmee ophouden. Je blijft in een reservaat en je krijgt al deze voorzieningen. Maar niet apart. Ja, basani, Lombi, Wandorpo. Want toen ik er bij de man vroeg, ze man gewoon aan het reparatie. De man kon, de man karane aan het dorp van. Nieuw Lombe. Nieuw Lombe. Ja, maar ja. We pina. We denen een film, jongen. Om een watra, om een faya, om een bier. Dat niet. Weet je, even een goede foto. Ja, maar. Kijk nou. Het wordt tijd om tegen iedereen te zeggen: Jere nou. Wit man, gwe libisa nankba, jere. Wit man, gwe libisa nankba. Suriname is onafhankelijk, is geen kolonie meer. Dus wij bepalen onze toekomst. En dit is het waar we naartoe willen gaan. En ja, if you know wani, is jouw zaak, gotain busi. Maar je moet niks van ons verwachten. Je moet niks verwachten, Isabi. Want wij gaan daar geen... Dit is pure kapitaalvernietiging. Pure kapitaalvernietiging. Ik zeg je dat. En Suriname heeft dat niet nodig op dit moment. Als je vooruitgang wil hebben, dan moet je dit soort zaken niet willen. Je kan niet versnipperen. Het is kapitaalvernietiging, zeg ik je. Er gaat je takitak, ja, maar ja, in jepuno. Ja, we jeppie, maar niet op die manier. Snap je? En dat ding van die houtkap en dat ding waar we het over hebben, kijk. Je gaat weer boos worden wat ik je ga zeggen. Ik ben het ermee eens dat deze president de VES aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Weet je? Kijk, voor mij is het makkelijk. Ontwikkeling, zijn een ontwikkeling. Je hebt een Indiase dorp of een Maron dorp, naar de Sandati Chekar ontwikkeling. Weet je? Je wil wel internet. Maar toen kiezen internet. Ja, Suriname heeft geen satelliet. Om te onderhandelen, Ja, Google en alle de Sandati, weet je, die grote mensen die wel satelliet hebben. Hey, mag ik jouw signaal ontvangen? Oh ja, die piping. Weet je, je wil, oké, waterleiding, dat moeten we zelf zoeken. Ja, maar ja, serie, hoe serie? Zelf, ik heb u in een paar programma's laten zien. Hoe sera a watra?
de grondwater van Suriname. We hebben het in concessie afgegeven. No, jong gaan een particulier. Hey, SMS. SWM. SMS moet je mij horen. SWM. Maar borom een petit. Hé, hey, wacht in. Een petit naar jou. Jong contact aan mij voorzien. Ja, je hebt bij mij zo mijn dego diepje. Ja, dat is Suriname. Dat hebben we ervan gemaakt. Nou, hoe noem ik het? Snap je? Wij hebben zaken verkocht. Ja, en dat asanitisering aan of humoren, dat van die inheemse en die tribale volken, ze moeten eens een keertje opgeleid worden en bijgebracht worden. Die bewustwording moet komen. Dat die bloekono, asani is geen ontwikkeling. Je kan niet achterblijven. We hebben je hart nodig om Suriname ook op te bouwen. Je kan het niet vanuit Apura, Mata en Biggie Poika doen. Anee, go. Je moet daarmee ophouden. Lukusheb zijn aan de luchthaven. Weet je, die mensen van Witsanti. Helemaal een concessie uitgegeven. En nu zit je met de regering. Wat regering contact, ja. We gaan de luchthaven verplaatsen. Allemaal broeien, wrakman samen. We pinnen in het filmdijk verplaatsen. Ja, maar dat ding is een concessie afgegeven. Die concessiehouder. Je weet niet op de achtergrond. Even maar horen die de man takeren. Iwan Verbreda, luchthaven. Het is in mijn concessie, denk bij mij. Er gebeurt niks, hè. No wang. Tegenprestatie, alleen maar omdat die man een concessie heeft. Dat land in Payaman. En ik, kijk, dan ga je boos worden weer. Chinese mensen. Dan zeg ik, kijk, ik vind het goed. Dan gaan dacht, oké, dan neem je nog een sensie. Bekijk het maar, jong. Mijn vrouw zegt, hoor, hè. Nou, joh, lassie. En mijn vrouw zei, heer, oh, zijn die luchthaven. Alle activiteiten gaan weg, die troon. Van een prenatie. Golerief Marienburg, die is niet zo dat betal. Bakker, ik wil je bent al. Zo doen dan ging. Zo in die bijzanderij ook toe. Dat wil ik gewoon ter prenatie. De Surinamer heeft een hele slechte mentaliteit, mensen. Laat me verder gaan. Want, kijk nou, ik heb u gezegd van, kijk, dat ding van die mensen. Ze hebben één gedachtegang maar in hun hoofd. En dat is... dat ding van... even kijken hoor mensen, waar ik was. Dat is dat ding van de man die zie, et taki tak, ja, hun oplossing is geld. Ja, oké, okay. Even hoor. Even kijken waar ik ben. Oké, okay, kijk nou. Die mannen zeggen, om kiesmoney, loonsverhoging naar de sandati, isabi. Je sabi toch, wanneer jij, en mensen, ik hoop niet dat dat ding te luid is hoor, isabi, maar ja. Oké, okay, mensen, kijk. Money, one money. Money is de oplossing voor alles in Suriname. Even hoe goed zijn die bakken. Oké, okay, ik ga u meenemen. Ik wil... dit met u gaan delen, dan moet je maar gaan luisteren wat er hier zo gezegd wordt, ja, over dingen. En dit is een ding, hoe heet die man, een vakbondsleider, ja, ga maar luisteren. CLO, de een tijdje bezig met het ministerie voor Financiën, voor takkie over belastingverlichtende maatregelen die ambtenaren. Tide umbetak nanga Ronald Hogar ena foster fu CLO en ube aksen of falale gesprekke de sa e furo nanga a ministeri over de verlichtende belastingmaatregelen. Laat mij zeggen, de gesprekken verlopen goed. We hadden een afspraak de afgelopen week, maar de minister is een beetje, laat me zeggen, ziek. Laat me het zo zeggen, eenvoudig, dat weet iedereen het. Dus we verschuiven het naar een nader te bepalen datum. Maar hoe ziet dat proces eruit? Voor hoeveel procent gaan we af? Kun je het even uitleggen wat de CLO wil benadrukken met die belastingverlichtende maatregelen voor ambtenaren? Kijk, je moet weten dat we sinds 2007-2008 bezig zijn om daarover te praten. En er zijn een paar dingen ertussen gekomen waarbij men zou overgaan tot BTW,
dan zou loonbelasting niet meer gelden. En... Oké, mensen, ik ga er blijven tussenkomen. Tjannis, hè? Kijk, er is een Tjannis die hier zo praat. We dat zei er 2007 erover, BTW. Ja, oké. Zomaar voor een BTW in. Ik weet het niet, ik laat dat aan jou over om daarover te beslissen. Maar je moet ze nageven, de man voor een BTW in. Ja, maar we gaan verder luisteren. Noem maar op. Het huidige systeem dat je hebt van sedert toen, waarbij in feite in eerste instantie 8% wordt voor belasting ingehouden, daarna 18%, tweede instantie, derde instantie 28% en dan 38%. Ik denk dat men de schijven een beetje wil in mindering wil brengen in procenten, maar het zou prematuur zijn om daarover in de pers te komen. Dus laat me even wachten op de vervolggesprekken, dan kunnen we precies zien en weten welke richting we opgaan. Maar dit jaar nog is het een feit? Dat is de afspraak die we gemaakt hebben met de minister van Financiën. Gaan ambtenaren duidelijk een duidelijke verlichting zien op hun loonstrookje? Kijk, verlichting depends on. Kijk, als je 1000 gulden verdient, laten we zeggen ongeveer 1000 gulden, dan betaal je nu 8%. Maar als je 2500 gulden verdient, betaal je ook die 18%. En als je 3000 verdient, betaal je dan ook die 28% en zo verder. Dus kijk, een schoonmaster verdiende 8 zoveel, betaalde geen belasting. Maar nou, de man gaat 2000 zoveel, dan heb je ook pijbelasting toch? Dan heb je ook klagen dat je pijbelasting, maar de man vergiet dat de salaris krijgt een mooi pissie. Dat is aan de orde, dus. Oké, mensen, je hoort wat er gebeurt toch? Weet je? Die mijn actieverhoging, maar ja, dan kom je in een hogere schaal te zitten, meer geld en dat soort. Ja, dan moet je ook meer afdragen, maar ja, mij klagen. Want een van de redenen van wat die man Eik heeft genoemd is van ja, we willen verhoging, al dat soort, maar belastingvrij. Ja, hoe ga je dat in elkaar steken? Het kan toch niet, mensen, weet je, dat je een bevoorrechte positie wil hebben, omdat ja, je bent politie, dat is onzin natuurlijk. Maar ga maar luisteren. Het is een progressief systeem en ik denk dat het goed zou zijn om dat in die BTW te gooien. De pijbelasting opzij erbij. Ook toe een betak naar de CLO-voorzitter over de verhogingen die de ambtenaren moeten kiezen. Want vorig jaar CLO ben ik overeen naar het ministerie dat die ambtenaren moeten kiezen voor een verhoging. Kogo Arki sang Masra Hogar bij Abiftaki, abrading verhogingen, nagading maatregelen, sa de ambtenaren Mukisi gedurende de periode Sande na Ufesi. Lugo Brada Hiwat, nooit CLO actietak mi 111%. Mensen, ik wil aan Surinamers vragen: waar in de wereld krijg jij een verhoging van 111%? Dat vraag ik me af. 111%. Isabi, ja, ik weet het niet hoor. Minawan Doman, ik stel vragen. Ja, ik hoop dat jullie me kunnen beantwoorden, die vragen kunnen beantwoorden. Sang de man doe. De man onderhandelt lang een valies. En men leg je uit, zolang een valies hij onderhandelt, wordt het een probleem in die samenleving. Die samenleving moet de productiviteit hebben en het geld verdienen om zichzelf te betalen. Maar als meneer Valies, die opvoeder is, het grootste deel voor zichzelf wil hebben, dan krijg je alle andere groepen die ook een deel willen hebben. Want Tewamaf land die kiezen voor een verhoging. De alle prijzen op haar winkel bijna voor zijn verhoging komt. Dus die mannen hebben een gemiddelde van 111% gehad. Dit ding bedoel ik, hè, mensen. Jujere Satakie. Eva Asani, ik kies een verhoging. Kijk wat het gevolg is daarvan. Onderhandelen aan valies. En men leg je uit, zolang een valies hij onderhandelt, wordt het een probleem in die samenleving. Die samenleving moet de productiviteit hebben en het geld verdienen om zichzelf te betalen. Maar als meneer Valies, die opvoeder is,
het grootste deel voor zichzelf wil hebben, dan krijg je alle andere groepen die ook een deel willen hebben. Want Tewama Vlaand kiezen voor een verhoging. De alle prijzen op haar winkel bijna voor zijn verhoging komen. Hoor je waarom ik zeg, kijk, dat die inzichten van deze mensen, zade Abitak Jere, wat heiligmakend is om kies salarisverhoging. If you kiezing een salarisverhoging, leuk. Maar het gaat geen zoden aan de dijk leggen, Guillou. Je bent fout bezig. Je moet protesteren. Met het verzoek om andere zaken gerealiseerd te krijgen. Vanaf 2020, die schoonmaakster die 800 SRD ging verdienen. Telkens de Mangorigeri actieverhoging, weet jij wat een schoonmaker verdient tegenwoordig in Suriname, tussen 6.000 en 8.000 SRD. Dan heeft hij de kies IT dusung, sixi dusung, omit IT dusung, en anomalibi. En je noemt een legging uit. En daarom zeg ik, kijk, wanneer ik zeg als Chanis, laat me het benadrukken, want die mensen beschuldigen, maar ik ben Chanis. Dit heeft niks met Chanis te maken. Het heeft te maken met VES. VES moet ook eens een keertje de verantwoordelijkheid nemen en de Surinamer uitleggen dat ik nog. Go actie van verhoging baka. Trouwiki de baka japayere. Dan ga je ook weer verhoging willen hebben. Maar het legt niet zo aan de dijk. Een verhoging is niet zalig maken. Het gaat je meer in de problemen stoppen. Isabi. Alleen ja, wij falen. Iarkimi, wij falen. We kunnen deze boodschap niet overbrengen aan deze mensen. Want zij denken dat money naar alles. Aan de money. Je moet andere dingen doen. Ja? En onthoud het. Ik heb gezegd, andere dingen ga ik je laten zien wat we anders moeten doen. Dus die mannen hebben een gemiddelde van 111% gehad. Als een soort strategische groep. Is iets dat ook fout ligt. Is iets dat in West-Europa voorkomt. Of voorgekomen is. Angela Merkel heeft op dat stuk een aantal dingen gedaan. En men pakt die dingen en brengt ze in Suriname. Het is een heel andere cultuur. Het werkt niet door het vernietigt. Wat zie je gebeuren is dat wanneer je uitgerekend dat ding berekend hebt, dan kom je op een gemiddelde van 111%. We hebben gezegd van kijk naar die wet. Je moet het gelijkheidsbeginsel toepassen. Maar ik ben een voorzitter met grote verantwoordelijkheid. Ik weet hoeveel mensen bij de overheid zitten. Ik weet waar mijn broers en zusters, familie zitten. Dus wij hebben gezegd van kijk, staat, je bent niet in staat al die meer dan 50.000 man dit geld direct te geven. Maar begin maar een deel te geven. Oké, bigis ma botegi, meneer Hooghaar, in jouw kalakai ati draai, maar libasan ati. Maar je weet toch wat er gebeurt. Het is, het gaat erom dat geld, de financiële mogelijkheden van dezezelfde mensen enorm verstoord en beperkt. Alleen aan een sabi, aan een gascore, aan een lerigeng. Hij is niet ontwikkeld op dit gebied. Aan een gascore, aan een sabi. If you take a man die origeri, o kosi, je bent een chanis. Ja, want je trekt partij. Nee, het heeft te maken met wetenschap. Wetenschap, je gaat inflatie creëren. If you know sabi, want schoonmaakster, een man begrijpt dat, hey, hier, nou, IT, dus, IT, Barchi, SRD, gomit IT, dus, SRD, en dan heeft hij de wet, in een film met Pina. Daar moet je niet meer gaan vragen, je moet wel gaan protesteren, in Gorigeri, maar je moet het anders doen. Weet je, net wat ze zeggen, BTW invoeren, dan gaat de loonbelasting eraf. If je poor loonbelasting, dat is een takkie. Je verhoging gaat, maar je betaalt een bepaalde belasting ook weer niet. En de man is asanati. Is een voordeel. Die dingen moet je hebben, dat je tegen de regering zegt van, look, no, in afgoed moromoni. Maar
onze levensstandaard moet jij, hier is Amitaki levensstandaard, moet je proberen zodanig in te stellen, ja, taki mima libi. En dat is dat eier eten, dat na een moeilijkheid in zijn naam. Want, kijk de mensen, diezelfde mensen die protesteren, kijk bijvoorbeeld meneer Atompai, politiebon. Je hebt die andere man van brandweer, je hebt die penitentiaire energie. Maar je hebt nog eentje, van de is ook een veiligheidsbon, dat is de douane. Ja, douane. Weet jij dat de staat Suriname per jaar 2 miljard SRD verlies? Alleen maar door dezezelfde mensen die protesteren. Die man, de douane op de haven, weigert. Hij weigert om zijn werk te doen en hij is corrupt bezig. Corrupt. Wie slachtoffer, wie is dader? Deze mensen van de veiligheidsbonden. Als ze naar eer en geweten werken, kijk naar de douane, 50 miljoen US dollar per jaar gaat verloren van de importeurs en al die mensen die goederen brengen, ja, de boel belazeren. En dan niet begreep dat je omo en ma en pa en brada en zijn neef en neef en tante, Isabi, ik ga naar Sneesi of Hindustaniman of wie dan ook de importeur, die gaat bij de zijn, ja, de man dat ik klaag, ja, maar na de douane moet je ook een beetje aanspreken, dat jongen, ik zei, look of hij van niet te konden. Look, 2 miljard met die inkomsten. Ik als Janis zou zeggen tegen. Ja, ik moet er zo op liever staan dat hij. Maar kijk nou, als een regering 2 miljard SRD binnenhaalt, dan kan Pai alles aan. Maar kijk nou, vanaf Pai, dat geld kun je nemen, je kan het vernietigen. Waarom? Waarom? Wanneer deze mensen hun werk naar behoren doen, gaan prijzen niet omhoog. Die prijzen gaan niet omhoog. Want ja, de douane heeft zijn werk naar eer en geweten gedaan. Isabi, die mensen, die winkeliers, ja, die zeggen van, moet je luisteren, mijn paar douane, jongen, die mij, nepo, hibi, we hebben daar moeite mee, jongen, want ja, even een paar man, amma nee, sanono spullen, of ja, dan hebben we een probleem, hoor. Ja, maar kijk, dan ga ik het doorberekenen in de prijs van dat product. Hoe dan? Ja, je wil per se gimme toch? Ja, goed, dan mega man, amoni. Ja, dan zien we wel waar het schip strandt. Maar het schip gaat niet bij mij stranden hoor, sorry. Ik ga dat niet doen. Weet je, want ja, de prijs die gevraagd wordt door deze douaneambtenaren, dat gaat doorberekend worden aan dezezelfde mensen die protesteren. Terwijl als je je werk naar behoren doet, dan ga je zeggen, ja, maar ja, nee, maar hoe nou aan zijn dat die. En dan vraag ik me inderdaad af van, ja, oké, zijn wij inderdaad oprecht bezig om inderdaad te protesteren omdat we het moeilijk hebben, of zijn wij inderdaad bezig te protesteren om mensen in bescherming te nemen? Leveranciers, mensen. Weet je? En dat is een hele kwalijke zaak, hoor, zeg ik je eerlijk. Want ja, kijk, Asante Snoboen in Sanaan. En ja, ik heb u gezegd, wij falen. We falen. Waarom falen we? Omdat wij deze boodschap niet over kunnen brengen. En die mensen, de daders, die lachen zich rot. Die lachen zich rot. Ay, die ben ik. Maar af kon leg niks uit. Ja, Isabinades. En dan kunnen we lekkertjes verder doorgaan. Op dezelfde voet. Dat we vervoeren zijn. En ja, dat we kree. Ja. Hey, actie van Miri, ja, ik kan ondersteunen. Want ja, je deed een film. Een uit je zang. Heel moeilijk hoor. Weet je, en ja, wij met onze stomme kop niet zeggen, ja, oké, okay, goed. Maar naar mijn familie en dan kom ik gewoon aan niet, Isabi. En ja, zo blijven we aan de gang. Prijsopdrijving door dit soort dingen. Ga maar luisteren,
We gaan luisteren, ik ga u meenemen, ja? Op het stuk van prijsvorming kunnen we geruststellen dat de overheid van Suriname steeds achter de feiten aanholt. Er is op dit moment geen adequaat instrument om prijsopdrijving tegen te gaan. De economische controledienst van het ministerie van HI kan het niet alleen. De benadering die ik maandag hoorde van de minister van HI geeft wel hoop. In de ketenbenadering die de minister presenteerde is komen vast te staan dat niet de hele keten van prijsvorming inzichtelijk, controleerbaar en beheersbaar is. Zo is het gedeelte van de scheepsvaartmaatschappijen dat toch wel een significante deel van de kosten van een goed bepalen niet onder controle. Maar ook de vele problemen op de haven en de douane die mede van invloed zijn op de prijsvorming moeten inzichtelijk dan wel inzichtelijker gemaakt worden. Voorzitter, het is geen gemakkelijke materie, dat beseffen we. Maar we vragen de minister van HI met ondersteuning van de totale regering om tot het uiterste te gaan om de aangelegenheid van prijsvorming van goederen in ons land fundamenteel onder de loep te nemen. Terwijl de minister verder studeert, gaat de prijsopdrijving door. We zijn blij dat er voorzieningen zijn getroffen voor de allerarmsten in onze samenleving. Maar de rest van de gemeenschap moet ook verder kunnen leven, voorzitter. Wat zou de regering doen om de prijzen van eerste levensbehoeften, zijn 30 tot 40 producten, betaalbaar te houden? Een bepaalde politieke partij is in staat gebleken om basisgoederen tegen mas o menos de kostprijs aan de man te brengen. Als een politieke partij dat kan doen, kan de hele staat dat dan niet doen? Al is het ter overbrugging van deze moeilijke fase. Ja, dat was een ras-echte Bautaris die daar sprak. Ja, weet u. En ja, mensen kijken naar prijsopdrijving. Weet je, ja, importeurs, al die dingen. Maar ja, veiligheidsbonden hebben er een vinger. Vinger in de pap hoor, Isabel. Oké, mensen, even nog, ja. Voordat we verder gaan. Surinamers hebben geen levensstandaard. Ja, iedereen in Brazilië is hun standaard. Na de vijfde van de nieuwe maand hebben ze geen eten meer. Ik ben net terug uit Suriname en zag dat na de 25e het verschrikkelijk druk is in de stad en bij alle fastfoodrestaurants. Daarna zie je alleen zwerfhonden op straat. Ja, een heel triest beeld dat u aan ons voorhoudt. Even kijken hoor, meneer Meester Singh. Ik word er gewoon misselijk en boos van wat Bouterse met zijn mensen met het land Suriname heeft gedaan. Karma zal zijn werk doen. Ja, kijk dan mensen. Ik ga het herhalen. Dader en slachtoffer. Weet je. Het zijn Surinamers die hun land opbouwen. En het zijn Surinamers die hun land afbreken. Ja. En als er wordt opgebouwd, is het agrane gonasernamang. If je broko, da agrane ga je toe. En ja, karma is a bitch, mensen. Weet je, ik... Vandaar dat mensen ook moe worden van Suriname en zeggen van, moet je luisteren, kijk nou, jongen, sorry hè, maar ik ga mijn tijd anders besteden, want dit heeft weinig van doen, Isabi. Mensen, laat me dat gedeelte van deze protestdemonstratie met betrekking tot de politiebonden verlaten en laat me naar die anderen gaan, want ze hebben samen geprotesteerd, die man Lloyd Paul. Ik heb me één ding weer afgevraagd en ik ga vreselijk negatief zijn tegen deze mensen. Waarom? Kijk nou, voordat ik begonnen ben, heb ik net een Surinaamse meneer die ik goed ken. Die is langs geweest om even te kijken hoe het in de studio gaat. En ja, stand vast staat daar voor open. Weet je, dat,
we zijn er om de Surinaamse gemeenschap te dienen. Hij heeft niet gezien wat de directie gedaan heeft met betrekking tot de renovatie. En hij wilde dat graag zien. Ja. Dus, en ik ga me daarachter verschuilen, vandaar dat ik laat was. Maar dat, oké, koolibas aan dat even. Ik ben ook sneaky. Maar hij vertelde me iets van, ja, hij heeft een zus en die mevrouw die dialyseert. Ik noem zijn naam niet hoor, want ja, dat hoeft niet. Want ik ga op privé zaken in. Maar ja, en kijk nou mensen, als je dialyseert, weet je, die mensen in Suriname zijn, dat is mij bijgebleven. Die mensen van de dialyse, die gedialyseerd moeten worden, die komen dan daar. En het blijkt, die man zegt, ja, maar we gaan naar een vergadering en dit, dat. En ik zie dat er niemand opstaat. En deze man, Lloyd Pool. Kijk, dit zijn zaken die je bij een rechtbank moet brengen. Maar je moet niet gaan bij een civiel of een burgerrechter. Nee, je moet die man strafrechtelijk vervolgen. Strafrechtelijk, ja. Kijk. Ik heb twee dingen op te merken. Dus deze mensen hadden een afspraak en ze komen op de afgesproken tijd om te dialyseren. Dialyseren, mensen, levensbedreigend. Ja, want ja, je nieren functioneren niet. Dus je moet, jouw waterhuishouding moet dan gereinigd worden en dat doe je via een dialyseerapparaat, dialyseapparaat, ja. Wat mij is opgevallen, die mensen zijn uitgenodigd, dat wil zeggen, alle middelen die daartoe noodzakelijk zijn, zijn aanwezig, zijn voorradig, alle middelen. Nou, ze hebben elkaar wel een takje. En ik moet het even zeggen, of Coronie, of Nikerika, of foto, maar ik kan dialyseren, en dan is aan dat hier, en ja. Hé, jongen, sorry, ik kom, maar ja, mina spuitief prekkie. Of mina, die is mina, dat hier, nee. Al die middelen blijken voorradig te zijn. Er is maar één iets dat niet voorradig was. Eentje maar. De verpleegkundige die het moest begeleiden. Ik vind het ongehoord, ongegeneerd dat in Suriname we niet eens het respect kunnen opbrengen om een telefoontje te plegen en te zeggen, mevrouw, kijk nou, ik heb u, of meneer, ik heb u ingedeeld op zo'n dag, maar ik wil u verzoeken om niet te komen. Ja, alle spullen zijn voorradig hoor, alles is er, maar ja, de verpleegkundigen, die hebben een actiedag, en ik wil u verzoeken om ons te ondersteunen. Dat zou van een menswaardig gevoel getuigen. Maar Yusufa, hoe is dat dan dit? Hoe nee, doe aan dat die? En weet je waarom we dit niet doen? Ja, wij, if we zien wat er aan pina, ah, ik kan maar dit doen, jongen. Hij is bang, man. Ik kan maar kraperen, jongen. Zo zijn we ingesteld. Weet je. En dan, niet eens dat fatsoen, 21ste eeuw, in Suriname hebben we niet eens dat fatsoen, om deze mensen een belletje te geven en af te zeggen dat ik nog geforceerd. Je hebt het al moeilijk. Om een rit te maken naar het academisch ziekenhuis, weet je, moet jij zoveel inspanning, je moet je zoveel inspanning getroosten. Dat die komt, dat krijg je te horen, dat ja, maar ja, die mensen zijn met vergadering, want ja, die mij protesteren. Dat is één. Ik vind het een hele kwalijke zaak. En ik ga je openlijk zeggen, mensen mogen boos worden, maar ik ga zeggen, kijk, deze mensen, wij in Suriname, hebben altijd dat sentiment. Ja, die mensen werken hard en dit. Nee, is niet waar. Je moet eens een keertje ook eerlijk zijn om te zeggen, nee man, deze mensen. Je moet ze opdonderen een keer. Te passie kunnen. Ja, dat ben ik ook. Dit, ja. Dat we gabonuman, lukuman, obiaman, abisman. Maak de man dat je puno. Weet je. Maar dit ding moet een halt een keertje worden geroepen. Want kijk, deze mensen, die maken misbruik van hun situatie. En als je weet dat, kijk, deze mensen, ze hebben maar één domme gedachte, geld. Geld is de oplossing. Terwijl ze hun eigen financiële zekerheid vernietigen door geld te vragen. Ja,
En je kan ze dat niet uitleggen, want Anego, ze zijn vreselijk dom. Ja, maar je tegen mij altijd, de man gaat scoren. Vind ik dat ik zo was, trouwens, moppo, hij scoren, koofab, dat hij scoot. Die man is inspecteur, hoor. Nou, mijn grap. Hoe kan je dat nou zeggen, jongen? Ja, alleen een tjanis kan met zulke stellingen wonen. Dat is niet waar, hoor, mensen. Kijk naar de feiten. Kijk naar de feiten en overtuig jezelf. Weet je, ik vond het een hele kwalijke zaak dat deze man niet eens een fatsoen heeft als vakbondsleider. En daarom zeg ik, kijk, ik hoop dat de regering bij monden van meneer Ramadine niet naar de rechtbank, kantonrechter of dingen gaat. Nee, maar je moet een duidelijk signaal sturen naar dit soort. Ik ben hier een voorstander van dat jij een vakbondsleider bent en dat jij de opdracht hebt gegeven. Dus jij bent eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen. En wij zeggen, het doen en nalaten. Je hebt nagelaten om mensen te helpen. Je hebt die opdracht gegeven aan de verpleegkundige. Voedoening. Terwijl, het is hun taak, voedoening. Doen en nalaten. Dan zeg ik, kijk, in elke zichzelf respecterende natie staat er een mooie artikel in het wetboek van strafrecht. Ja? Iemand in hulpeloze toestand achterlaten. Iemand in hulpeloze toestand achterlaten. Dat is dat ding. Je hebt die patiënten gewoon in hulpeloze toestand achtergelaten. Wetende dat die man afhankelijk is van die dialyse, maar het maakt jou niet uit. Of zo'n man ski af van op dede of zang, dan zeg je, ja, maar ja, naar de tjanis, naar de man dat doen. Zo zijn we ingesteld, mensen. Snap je? We willen niet naar de juiste feiten kijken, naar de juiste toedra. Terwijl, net als dat ding wat ik je heb laten zien van de prijsopdrijving, dat deze mensen zelf zijn die eigenlijk hun leven vernietigen. Weet je? Isabi, ik heb een mooie boek gelezen. Weet je, ik ben nog even een mooier, maar ik was verplicht om het te lezen. Isabi, Isab tegen, ik ga op 10 zomorgen heen dan 4e klas naar bakker. Ik doe niet dat, wanneer nog in college een boek, Isabi. Ik heb een passage er altijd uit onthouden. Hè? Het is een boek van Alexander de Tocqueville. Een Franse schrijver die in Amerika woonachtig was en hij schreef over democratie. En hij had een mooie passage in het boek. Ik me kruis er altijd aan, want ik zeg, ik ga het altijd gebruiken. Maar hij schreef op, "One that asks too much freedom gets only slavery in return." Jeremy, blijkbaar hem in zijn Engels. "One that asks too much freedom gets only slavery in return." Dat is, de hele wereld is dat het geval. Isabi, als je vrijheid gaat vragen, je gaat actie zeggen, ja, maar ik moet dit kunnen doen, dat kunnen doen. Nou, dus dan, wat denk je dat je terugkrijgt? Dat jouw man doet? Nee, je gaat jezelf vernietigen. Je gaat jezelf verbinden. Weet u, is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar voor die in Afghanistan boek weer, want ja, is een hele weer in het boek. Het gaat over democratie. Maar ik zou het wel aanraden, dat je Sapsani Isabi, maar ik keer terug. Het zijn diezelfde mensen die om geld vragen. En wat krijg je? Vernietiging van hun eigen inkomen, eigen levensstandaard. Ik gebruik dat woord weer, levensstandaard. Je weet toch, onze levensstandaard hier zo wordt bepaald. Het is een nummer, een getal, een cijfer die men eraan hangt. En je hebt gezien wat er gebeurd is. Hè? Vele mensen zijn het zich niet bewust. En we kunnen dat niet aan Suriname uitleggen. Want ja, de man dat die zien die dingen heel verkeerd. We worden geconfronteerd met een olie- en gascrisis door die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Huishoudens komen in de problemen. Tot 2 maal toe, moet ik u eerlijk zeggen, is deze regering
dan ingesprongen om de levensstandaard van de Nederlandse bewoner een beetje op peil te houden. Zo kan je ook omgaan ermee, ja. Hoe? Ja, een eenmalige uitkering te hebben uitgekeerd. Ik meen dat het iets van 1300 was, in totaal 2600 verspreid over een paar jaar, omdat de oorlog lang ging duren. Maar alleen maar om de gemeenschap te ondersteunen, die niet in staat was om de rekening te betalen. Isabi, zo ga je ook om. Maar in Suriname, als je een loonsverhoging, als jij ziet hoeveel keren de politie loonsverhoging heeft gehad, en iftanga heeft die inoman leri, inoman sabitak asan, dat is niet heilig maken, dit is niet de juiste oplossing, ja, dan heb je zelf ermee. Ik keer terug naar dat ding van de gezondheidszorg, ja, want ik ben ga uitweiden. Deze man moet eens een keertje op zijn verantwoordelijkheid worden gewezen. Bij de eerstvolgende staking moet hij weten van, ja, moet je luisteren, kijk nou, is dat dan op mijn operatiekamer? En dan maar pretty opona, dan is dat pot allerlei apparatuur en dan is dat een kies van bericht. Jongens, allemaal stoppen, we gaan in vergadering beraad. Dat hij tegen mij dacht, hé, hier nog mis op dat kind onder narcose, in een pikje, in een man zijn, maar ja, mensen die dadelijk bakken, we gaan even in beraad. Dat hij liever maar doen dat. Ik wens je veel geluk hoor. Naast aan dat type zang aan die dialyse patiënten. En ik vind het een hele kwalijke zaak. En dan vraag ik me af, wat is de beschavingsniveau van deze mensen? Weet je, kijk nou mensen, wij, Nassau Mekving, Nadati, weet Wabifcharing, Wanaunu Mekking, ja? Gezondheidszorg is helemaal vercommercialiseerd. En om je wat te keren, vele mensen alleen, ja, op zijn onnozabi, we zijn het vergeten, of we zien het niet. En ja, je weet toch, kijk, ik ben begonnen met een vraag die me gesteld heeft, Isabi. Iemand is heel slim geweest om te zeggen, tak, ja, meneer Singh en meneer Rilusi, we gaan ze bij elkaar zetten, want meneer Rilusi heeft een bepaalde visie en meneer Singh heeft een bepaalde visie. En ja, ja, lekker stook een beetje naar de zin. Ja, dat kan. Alleen wij trappen daar niet in. Zowel de directeur, kan ik u verzekeren, als meneer Singh, de Chanes in jullie ogen, die gaat daar niet op in. Maar voordat ik verder ga om je te laten zien wat wij van de gezondheidszorg hebben gemaakt, de vercommercialisering van de gezondheidszorg. Is het een goed iets, Minosabi? Het ligt aan jou. Jij moet de keuzes maken. Weet je, maar ik ga je het laten beluisteren. Wil ik toch eerst even nog. Dan heb je gaan. Voorbeeld in Nederland van die man die een vriend zat te filmen die bezig was te verdrinken. De rechter heeft korter met hem gemaakt. Ja, dat is nog een mooie. In Duitsland was het. Iemand is heeft een aanrijding gemaakt en een Hollandse man die stond te filmen. Een Duitse rechter. Bundesverfassung. Maar blijkt van een keer een mensen. Bundesverfassung. Oké, Libia Sanatie. Maar de rechter heeft hem gelijk aangepakt. In een lawaai dit toch. Samsa, ibai ticket, jeelijke film. Jeelijke film van wat er ooit. En dat is dat ding wat ik zeg. Mensen in hulpeloze toestand achterlaten. Mensen in hulpeloze, dat is dat strafbare feit. Als jij ziet dat iemand in nood verkeert. Maar mijn zoon. Oké, if je tak taki, ino. Van de karing. Ino sapswein des mino jompo. Maar als je nalaat om de hulpdiensten te bellen, dan heb je iemand in hulpeloze toestand achtergelaten. Als je nalaat vertrouwen van tiki of van stong of van van elkaar van tegeng, dat je onhori de mohari komt, dan heb je een probleem hoor. Ik ken een geval waarbij iemand in een auto zat, maar ik was ook dan maar weer een uniform, weet je, naar mijn reis. En er is een ongeluk gebeurd. En ja, toevallig smassing. Dat jongen, ja, allemaal weer een uniform, verpleegkundige uniform. Nee. Maar ik ben geen kong. Papa dacht jongen, hé, hier in een parara, uit juro, misdonkbaar. Je hebt iets man aan de zand. Maar dat ik wel zo, je bekijkt het maar, de man, potering, sani. En schrijving, notering, kentekenbewijs, en ja.
Een paar dagen later moest hij op het bureau verschijnen. Heeft hij flinke print gehad. Abim Briti. Taki, de man geeft een strafbeschikking en niet een strafrechtelijke vervolging. Maar dat is dat ding wat ik bedoel. Met deze man mensen in hulpeloze toestand achterlaten. Ik heb u gezegd, voor commercialisering van de gezondheidszorg. Dus ik ga u meenemen, dan moet u een beetje gaan luisteren wat ik daarmee bedoel. Ja? Ga maar luisteren. Voorzitter, deskundigen zijn het steeds meer met elkaar over eens dat onze gezondheidszorg gecommercialiseerd is. En dus fundamenteel een verkeerde richting opgaat. Ja, heb ik verkeerd gezegd, mensen? Dit wordt in het parlement gezegd, hè? Alleen ja, oelassing, oene onthouding. Weet je, dus deskundigen, anomie, anomie, deskundigen hebben dat gezegd, dat door die vercommercialisering het vreselijk verkeerd gaat in onze gezondheidszorg. Maar zijn als dat dan vercommercialiseren? Je bedoelt jongens, hè? Vast aan smeri, vast aan tessie. Isabé. Ja. Ga maar luisteren wat ik je ga vertellen. Voorzitter. Deskundigen zijn het steeds meer met elkaar over eens dat onze gezondheidszorg gecommercialiseerd is. En dus fundamenteel een verkeerde richting opgaat. Ik durf die uitspraak niet te doen, omdat het zo onethisch en kwaadaardig is, dat ik niet geloof dat we zo diep gevallen zijn, maar sommigen doen wel de uitspraak en zeggen dat artsen niet meer werken om ziekte te voorkomen, maar juist meer zieken willen, zodat ze meer geld kunnen maken. Deskundigen zijn het er ook over eens dat in Suriname de preventieve zorg plaats heeft gemaakt voor de curatieve zorg. In een conferentie die DNA vorige week organiseerde met als thema Health Economics, heeft de directeur van RGD toegegeven dat we het doel waarvoor de RGD was opgericht, namelijk het bieden van primary healthcare, preventieve zorg, zijn voorbijgeschoten. Voorts stellen deskundigen dat de chronische niet overdraagbare aandoeningen, de zogeheten NCD's, die met rap tempo om ons heen grijpen, het resultaat zijn van de schaarste. Oké, okay, mensen, ik kom er tussen, want omwille van de tijd, het is al kwart over 11, dus ja. Maar je begrijpt wat hij zegt, toch? En ja, vercommercialiseren, dat is een big deal. Ja, big deal. Maar dan ga je begrijpen waarom ik de vraag heb gesteld toen ik hoorde dat, even kijken, kom je zakken, want ja, ja, oké. Okay. Waarom ik de vraag gesteld heb van jou, Jereno, voor wie doe je dat? Jij protesteert niet zomaar, jongen. Betaal de leveranciers. Betaal de leveranciers. Ja. Voor wie protesteer je? Is toch een normale, plausibele vraag die je stelt. Ja. Oké, okay, mensen, kijk nou. Voor commercialisering van de gezondheidszorg. Wij zeggen, maar het is toch een taak van de overheid. Ja. Ik weet niet. Weet je, je kan alles op het bordje van de overheid schuiven. Maar ja. Je kan het ook aan particulieren geven, maar weet één ding, tegen een particulier bij het en de hoede opgeschreven. Want ja, allemaal verhoogd prijzen, man kan verlagen ook toe, maar ja, een ondernemer die prijzen verlaagt, ja, die moet even een check-up gaan doen bij een psychiater. Ja, zodra je dat ding uit handen geeft, bij het en de hoede opgeschreven. En ik wil u meenemen om u te laten zien wat er bedoeld wordt met vercommercialisering van de gezondheidszorg. Vercommercialisering van de gezondheidszorg. Oké, okay, we gaan luisteren. Eén mooie voorbeeld van vercommercialisering van de gezondheidszorg. Ja? In de Kirpelani Store staan wij, waar we ons voorbereiden op de ondertekening van de tweede fase van het project van het Suriname Eye Center. Dus
We gaan naar meneer Palani kijken voor commercialisering van de gezondheidszorg. Tweede fase. Ja, hij zendt er. Wij verheugen ons op dit moment omdat wij in de eerste fase nog hebben kunnen ondertekenen de financiering voor het Suriname Eye Center gedeelte waar de operatiekamers kwamen, maar ook het gedeelte van de polyklinieken. En vandaag zijn we dus weer verheugd omdat we gaan ondertekenen de tweede fase waar dus het beddenhuis erbij komt. Het is een wapenoefen van vandaag. Het tweede gedeelte van de ondertekening van een project dat we gezamenlijk uitvoeren met AZ, Ironwood en de NOB. In dit geval is het zo dat de eerste fase die hebben we ondertekend en de partij waar ik net genoemd heb. Wat bleek is dat voor een minimale investering het mogelijk was om een extra vloer te bouwen, dan we ook een beddenhuis zouden kunnen hebben. Die kosten waren 350.000 en na goed verleg heeft de Kippenland Stichting, is de Kippenland Stichting bereid geweest 150.000 en van mee te dragen en asset 100.000. Dit noem je vercommercialisering van de gezondheidszorg. Een particulier gaat investeren. En ja, hier nou, niet boem aan de lauw. Ik ben ondernemer, ik wil mijn geld terug hebben. Ja, dat ga je krijgen. Als je nou een pai, ja, dan gaan de operaties niet door. Dan gaan dokters klagen. Ja, maar nee, verdient dat. Oh, dan moet je protesteren. Dat gebeurt in de gezondheidszorg. Een ander voorbeeld. Ik ken deze jonge man vreselijk goed, dus ik moet voorzichtig zijn. Misabe Serir Chimboy, maar dat geeft niet, dat is privé. We gaan luisteren naar meneer Jimmy Rassam. Jimmy Rassam is de broer van mevrouw Carmen Rassam. Voor commercialisering van de gezondheidszorg. Hè? We gaan luisteren, ga maar luisteren. Het geaccrediteerde medisch laboratorium MyLab haar 56e prikpunt en wel te Atjoni in het district Sipaliwini en te Bronsweg haar 57e prikpunt. De bewoners van Atjoni en Bronsweg hoeven voor een labonderzoek niet meer naar Paramaribo af te reizen. U hoort de heer Jim Rassan, CEO van de Intermed Group of Companies, kort voor de opening te Atjoni. Ik kon je naar Atjoni want to live, bro. Voor Guagau Guyaba, want we doen al toezand op naar Guyaba, we hebben niks op het drapen, we hebben dus maar een beetje op. Dat we doen, want 10 jaar is zo. We zitten ons aan het drapen, voor je hebt dus maar drapen. En aan mijn lab, hoe de zo lang heb, we takken aan mensen, we takken aan alle soort sma, alle soort organisatie, voor mekaar zijn mogelijk jij naar ATAFC. Want dan gaan we om een 50 prikpunt wap in de foto wap in de district. En we bevinden om een jaar ik ben 5-6 jaar, op zo'n 5-6 jaar ik ben dat ik vind dat ik een goede taxi nu ook toe. Alleen, het is nog bij de lepjeten, dus mannen bij de eten, ze hebben verstand, ze hebben man. En samen met u, we zorgen aan progressiviteit, we begigaro, we roken. En het idee hoe mag dat grand tak niet dat ik kan tjara apis zorg die ze ook toe. Tak, nooit meer de ziekjes mag gaan zo. Hoe heb ik qua 3 uur lang af qua foto. Is ik ba, toch? Nee, met u kan. U. En wat doe aan je daar? Ik kom er tussen mensen omwille van de tijd. Kijk nou, Isabi. Ja, my lab. Dit noem je voor commercialisering van de gezondheidszorg in Suriname. En ja, we geven het uit aan particulieren. En ja, daar joh je de maliki. Atompai. Van boeien, nee, een wijk. Minusabiëren van Amanda, nee. Maar betaal de leveranciers. Nou, betaal deze mensen. Betaal Kerpelani, betaal meneer van Maila, Jim Rassam. Betaal die mensen. Isabel ook kan werken. Weet je, want ja, we hebben het niet. Maar daar moet je vreselijk mee voorzichtig zijn tegen de man die ze protesteert. Ik heb u gezegd, kijk, het is heel zielig dat deze mensen op hoge functies zitten. En deze mensen
nog steeds denken dat geld de oplossing is voor al hun problemen. Geld is de oplossing voor al hun problemen. Ik heb je laten beluisteren, dat ja, kijk, T.A. Womaliki hooghart. Kalaka, en ja, kalaka, dus hij had die draai. Dat hij dacht, ja, maar ja, in een potomsie voor money. Even gewoon loodverhoging, voor zich kiezen loodverhoging als niet op haar prijs. En dat die longe dacht, ah jongen, omo, ik kies maar verhoging, ja, ik kan bij haar blikbeuren. Dat hij dacht, hé, maar de vaatprijs gaat omhoog. Ja, nou jongen, kies er even. Je kan dat niet uitleggen. En ik heb gezegd, kijk, wij, althans ik, wij hebben gefaald. We kunnen dat niet uitleggen aan de Surinaamse gemeenschap. Unomang, anekong aboskopo. Ik kan doen zeiwani, anego. Dit heeft te maken met onderwijs. Maar ja, dat is ook zo'n doodgeboren kindje in Suriname. We hebben een regeerperiode meegemaakt waar, ja, niks nog fout. Waar mensen gingen zeggen, dat ja, maar ja, we kunnen. Want mensen zijn ook een score, Trump-president. Of wat? Of wat? Dat is in mijn gaskoro. Weet je, dus het is heel moeilijk dit soort dingen om aan de Surinaamse gemeenschap uit te leggen. Maar ja, hoe zou je dat gaan doen? Alleen ja, je moet prevoeren voor contagie. Je moet hem durven voor contagie. Dat je hier nou kijkt. Nadja Fukas dan, uno van jere. Uno van sabas aan dat die. Denk aan dat die apps die ik gehad heb met betrekking tot de, hoe je dat ding. Men denkt dat de Indianen slachtoffers zijn. De binnenlandbewoners slachtoffers. Maar wanneer je ze gaat confronteren met het feit dat je een prefuru voor potwan openbare werken dat je met een brokje, met een passie of met een bedrijf of een sani. Ja, maar is er alles. Ja, maar heb je concessie. Weet je, maar de mijn doel is ze zijn slachtoffer. De man kot ala bon ter, na kapting, aba concessie pa bon koti. Maar te kamon anjang, jij moet nooit vergeten mensen, die kapting karwa voor die sixie minderjarige jongetjes. De man kira maere. De man kiering, omdat ja, in het dorp was bekend dat ja, die man liet het breed hangen. Dorpsbewoners hadden het niet zo breed. Maar ja, hij wel, maar hij geniet en jan dringie. Maar, kijk. Dit heeft te maken met onderwijs. En dan denk je dat ik allemaal aan Tom Pijna, Traman, Sambeleza, Sani. Ik kan niet op zijn naam komen, jongen. Wijk. Ik kom er niet op, hoor, maar Isa, je hebt me. Dit heeft te maken met onderwijs. Die man Lloyd Paul ook, Isabi, als je een klein beetje ethisch, ethica, ja, ethisch, moreel vermogen hebt. Ik denk aan dat die mensen hebben het aangewakkerd bij jou door middel van leerstof en lesstof van letterop, Isabi. Dan jou sabi des aan dat die man vindt ook een score in Sani. En dat is het groot probleem waar Suriname mee zit. En ja, kijk, ik ga u meenemen. Ik wil u vragen om een beetje achterop. Misabtaka latik bayare. In aftegi mi. Misabtaka latik bayare. Iher ede. Weta kufkaf. Isabi. En ja, mensen, kijk, ik weet het, enough tegen me. Dus ik wil je vragen, wat hebben we met onderwijs gedaan? Dat wil ik weten. Even kijken, hoor. Asanego. Ja, oké. Ik ga u meenemen. Dan wil ik dat u even achterover zit en overtuig jezelf een beetje en luister daarnaar, oké? Even kijken. Oh ja, dank u wel. Je ziet dat mijn lobby voor mij appers zag. Eik. Eik heet die man. Mensen, onderwijs. Je weet toch, in een gemeenschap, een natie, een land en dat soort dingen. Drie dingen, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs om je te ontwikkelen. Waarom zijn deze mensen, mensen als Atom Pai, vreselijk dom, mensen als Eik, vreselijk dom, Lloyd Paul, ook achterlijk dom. En je moet niet vergeten, de politie die achter hun aanloopt,
die zich laat vernietigen door deze mensen om te zeggen, nee, om actiemonie, dat we ook al vooruit, Isabel. De verpleegsters, idem dito, weet je, die zijn nog erger bezig. Want ja, je is die verpleegster, en ja, maar ze heeft een COVID opleiding, ja. Geloof me, dat opleiding, ga maar zelf luisteren over de opleiding, het niveau en wat er daar zo is gebeurd. Ja, anomatie. En u moet zelf een keuze maken. Zit achterover, relax, drink maar sucroskratie na de sandati. We hoeven toch niet naar buiten te gaan. En na dit ga ik weg hoor mensen, want ja, deze tjannis moet naar huis. Ja. Oké mensen, ik neem u mee. Ga maar rustig luisteren wat er hier zo gezegd wordt met betrekking tot onderwijs. Ja? Let maar naar. Is de ene jarige na de andere? Ja. We gaan luisteren naar lid Manoren. Dan moet je kijken waar de zaad P.A. Koko, Oplana Koko, waarbij vandaag de dag onderwijs mensen als. Ja, mensen als. Marie Levens, en dat vind ik een kwalijke zaak, vooral van die schreeuwlelijke mensen, like Samson, Limbo, van de Karin, die Oostburg, die niets weten van onderwijs. Maar die man, wat moet je me voor je tijd? Ik dacht, ja, maar Marie Levens heeft daarvoor een puinhoop, is allemaal larikoek. Dit speelt af in 2014, is de zaad, de koko, de man potena, grond voor planning. Ik dacht, ja, onderwijs is niet belangrijk, onafdoing. Bouw dan nog wat scoren. Toch gaat er een president. Dus ja, dan hebben we duizenden bouters nodig. In Egascoro, maar Nospa, Jotrom minister, Jotrom beleidsadviseur, Jotrom verdekaring, noem maar op. Minister, beleidsadviseur, directeur, onderdirecteur. En ja, Vino Luboitron, president ook toe. Vandaar dat we figuren als Dada in Dodo hebben, Makku, Oostburg. Mensen die ongeschoold zijn en die komen praten en jouw dingen komen uitleggen. Ik neem u mee. Dit is het assemblée. Daar gebeurt het. En niet in de studio in Rotterdam, maar in de assemblée. Alleen omdat wij daarvan op de hoogte zijn. En we hebben het gezien. Denk aan die dingen wat ik je laat zien. Zei de Mickey. De gezondheidszorg, ja, een moeilijke is omdat het vercommercialiseerd is. Vele bedrijven zijn ingesprongen. En ja, die mensen bepalen het beleid, niet jij. Bij die andere, de veiligheidsbonden, ja, ze zijn er ook de dupe van. Nou denk, mama, lekker je veiligheidsbonden voor douane. If de man doet hij ook op een prijs en hij stijgt. Dan kan die Chinees niet zeggen, ja, maar ja, de mijn corruptie en mijn berekening toch, mijn payaman, dat mijn verhoogde prijs, ja. Later, mijn familie, alles, ik ook kan lage prijzen. Dus wij zijn zelf schuldig eraan. Ik ga u meenemen, wij gaan luisteren naar lid Manoraat. Hij gaat een paar mooie dingen aan ons vertellen. Dan ga je begrijpen waarom ik zeg, mensen als Atombay zijn dom, Pool is dom. Eik is dom. Deze generatie, je kan niet met deze generatie Suriname opbouwen, mensen. En waarom niet? Ga maar luisteren, waarom niet? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter Andrew Hamer ligt een van de belangrijkste begrotingsbehandelingen, in elk geval van dit termijn. In de periode 2010 naar 2015. Ik heb elk jaar heb ik een passende spreuk of een gezegde of iets gezocht op het net. Om eigenlijk de begroting aan elkaar te regelen. In elk geval vanuit mijn perceptie. En eigenlijk kwam ik vanmorgen een beetje een lelijke spreuk tegen. En het is van Viviane van Avalon. En ik spreek de hoop uit dat ik niet al te negatief overkom. Maar Viviane Avalon zei eens, te weten dat je onwetend bent, is het begin van alle wijsheid. Ik ga het herhalen. Te weten dat je onwetend bent, is het begin van alle wijsheid. En dan wil ik gaan naar een paar definities die horen bij elke begrotingsbehandeling.
Omdat we hier hebben gestaan in 2010, 11, 12, 13 en nu 14. Meerdere begrotingen reeds onder de loep hebben genomen. En ik wil thans met u gaan naar de definitie van het woord beleid. Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad. Het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Overheidsbeleid staat vaker dan bij bedrijven op papier en is bijna altijd openbaar. Dit komt doordat overheidsbeleid met openbare financiën wordt betaald en democratisch gecontroleerd moet worden door middel van onder andere het parlement. Dan gaan we naar de volgende definitie van het woord regeren. Regeren is ook overgankelijk, voorzitter, en een politieke definitie van regeren is het uitoefenen van de politieke macht door het uitvaardigen van wetten en instellingen en het instellen van organisaties met een bepaald opdracht. En dan gaan we naar de definitie van het woord beleidsdoelen. Beleidsdoelen zijn uitspraken die de ambities van de organisatie of de overheid verwoorden. Beleid, voorzitter. En dan, ik zal vandaag maar over een paar ministeries hebben, wil ik u brengen naar censuscijfers, voorzitter. Het is verschenen in een blad. En ik ga het voor u citeren. Ik wil beginnen met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het gros van de Surinaamse bevolking is laag opgeleid. Als gevolg hiervan heeft de grootste groep werkenden een baan die weinig vaardigheden vereist. Het is daarom geen verrassing dat Suriname met lage productiviteit, gebrek aan innovatie en ondernemerschap kampt. Uit de recentste resultaten van de 8e volgstelling is dit gebleken, voorzitter. Het begint echter vanaf de basis. 50% van onze leerlingen kan niet eens voor de lagere school slagen. Ik herhaal. 50% van onze leerlingen kan niet eens voor de lagere school slagen. Ik herhaal het voor de derde keer. 50% van onze leerlingen kan niet eens slagen voor de lagere school. Wat is het masterplan, voorzitter, via u aan de regering? Wat we merken in de praktijk is dat iedereen op zijn eigen manier bezig is met eigen vernieuwingen op de basisschool, technische school, naschoolse opvang, noem maar op. Allerlei theorieën die worden gegooid op onze kinderen. Echter is er tot op de dag van vandaag geen beleid gekomen dat staat boven alle regeringen. Een beleid waarin kinderen van dit land de ruimte en de gelegenheid hebben om te kunnen groeien tot internationale en volwaardige burgers. Wat betreft de arbeidsmarkt, voorzitter, en dat is conform de censusresultaten, zit bijkans 70.000, ongeveer 40%, van de 200.000 Surinamers van de werkende klasse, zit in de lagere, dienstverlenende, commerciële en elementaire beroepen. Ik herhaal het aantal. 70% van de 200.000 mensen die werken in Suriname zitten in de lage werkende klasse. 40% is bijna de helft van de werkende klasse van Suriname. Ik kom er even tussen en ik ga u zeggen, kijk, dit is 2014 dat dat al bekend is. Tot 20 is er niets gedaan. En vandaag zijn er mensen die grof gebekt zijn en die zeggen, het is de NPS zijn schuld, maar die levensvernietig onderwijs. Dit zijn cijfers die gebaseerd zijn op onderzoek. Alleen ja, wie gaat de kandebel aanbinden? We vinden het veel leuker om iemand een schuld te geven en onszelf schoon te praten. Wij zouden geen Surinamer zijn, Efuno Beringiwantarama. Maar, ga maar nog een stukje luisteren. En dat is verder verdeeld bij de productiesector fabrikage 14.000 en agrarisch 11.000. En dan heb je 25.000 mensen. Dat is bijna evenveel als wetenschappers en leidinggevenden. Er stroomt tot slot, voorzitter, onvoldoende vers bloed
door naar hogere functies. En tot slot, tussen de 10% en 13% van de bevolking is werkloos. In het sociaal contract, voorzitter, zijn drie elementen naar mijn beleving belangrijk. En dat is onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Uit de data van de 8e volkstelling kunt u al inzien dat we een groot probleem hebben met het onderwijs en met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Wanneer we kijken naar de begroting van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, dan moet ik constateren dat in vergelijking met andere ministeries hier de memorie van toelichting wel is aangepast. Dat is interessant, want bij een aantal andere ministeries, voorzitter, via u vraag ik aan de regering aandacht daarvoor, worden begrotingen woordelijk gelijkluidend overgenomen. Wat betekent dat? Betekent dat dat wij jaren achtereenvolgens dezelfde ding, op dezelfde manier, met dezelfde hoeveelheid geld doen? Dat is onzin. Dat is niet alleen onzin, het is heel veel onzin. En we zitten hier om een begroting van een land goed te keuren, waarbij een totale bevolking daarvan afhankelijk is. En er staat bij onderwijs, pagina 5 is de basis voor de democratische ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Derhalve dient onderwijs in het belang van de democratie in even grote mate te beklemtonen als het nastreven van excellente bekwaamheden. Excellente bekwaamheden, voorzitter. Dan wil ik u brengen naar de begroting. Op pagina 11 gaat u zien dat er in totaal in Suriname alle schooltypes 16.257 scholen zijn. Dan ziet u bij de alinea daarvan. Er wordt een behoefteplan gemaakt naar het aantal bevoegde leerkrachten die nodig zullen zijn voor de komende 5 jaar op basis van vakbekwaamheid en vakbevoegdheid. Voorzitter, ik ben zo moe van deze zinnen elke keer. Elk jaar staat er dat er een vakbekwaamheid gaat zijn. Elk jaar staat er dat er een onderzoek gaat zijn. Elk jaar wordt het resultaat nooit aan ons voorgehouden. Via u, aan de regering, met name voor wat betreft onderwijs. Wat is de status quo in de afgelopen 3 jaren geweest? Hoeveel onderwijszoekenden hebben we in dienst genomen? Hoeveel hoger onderwijsgevenden hebben we in dienst genomen? En hoe groot is het tekort? Tot op dit moment is de begroting onduidelijk over hoeveel onderwijsgevenden nodig zijn in dit land om het tekort aan onderwijsgevenden weg te dringen. En dan heb je zelfs een situatie, voorzitter, dat we nog steeds werken met kwekelingen, et cetera. Hier in het parlement zijn de mensen van het binnenland gekomen en hebben gepleit dat ze niet meer willen dat hun kinderen op een oneerlijke manier participeren aan het onderwijsproces. Van hieruit zijn alle berichten gegaan naar het ministerie van Onderwijs en daar komen we met een soortgelijk ding dat we een behoefteplan gaan schrijven voor 5 jaar. Voorzitter, ik geloof in geen enkele behoefteplan meer. Ik geloof ook niet in alle serieuze verhalen die hier worden voorgesteld keer op keer, dat er een plan komt en een plan komt en een nationaal plan en een masterplan en een strategisch plan. Geen enkel plan dat de regering in het kader van onderwijs heeft uitgevoerd is succesvol geweest. Ten meer nog, we hebben 3 ministers gehad op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Van minister Sapoen is het gegaan naar minister Sitaldien, is het nu naar minister Adien. En dat betekent, mijn conclusie is dat de regering het onderwijsvraagstuk voor de Republiek Suriname niet belangrijk vindt. Wanneer ik met u meega naar pagina 13, dan komt de doodgeboren baby aan het woord. En dat is de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Punt. Mensen, ik moet hier wat over zeggen hoor. Want kijk, je moet dit niet onderschatten. Dus de regering neemt het onderwijs niet serieus. Daarvoor had ik je gezegd, kijk, Minogas scoort toch niet om president. Dat is de houding, dat is de instelling van de Surinamer. Ja, dus zij mogen investeren, money. Maar nu komt het, we hebben hoogopgeleide mensen. Inspecteur van politie. Meestal zijn het mensen van de bachelor of master. Allerlei mannen die zijn aan het studeren. Ga luisteren wat er gezegd gaat worden over onze universiteit. Het niveau ervan, de accreditatie naar alle desandati. Overtuig jezelf waarom Suriname niet vooruit gaat komen. En wanneer je dat zegt, Takilu Kuno, kijk, deze mensen zijn niet goed opgeleid. Allemaal jompo nee tapo jongen, dat je blijft vallen, omdat hij daar Nederland
Isabi, je bent 2 jaar extra dan 4e klas naar school gegaan. Die dingen worden naar je hoofd geslingerd. Ja. Ik pas daarvoor hoor mensen, Isabi. Ik laat je het alleen maar beluisteren, zodat je een beeld hebt. Zodat je de juiste keuzes over deze berichtgeving wat er plaatsvindt in Suriname. Ik zeg je, mevrouw Marie Levens heeft dit niet verdiend. En mensen als Guillermo, Samson, Limbo, Pneu en al die anderen die naar voren komen, Oostburg, zei ik ook dat wel een nonsens over Sanitak. Ja. Moet je nagaan, 2020, tel ik al lange afroudisdoen. Na inmeking, dat is man ook gaan scoren. Is toch onzin? Ga luisteren, ik hou mijn mond. Maar, is om te benadrukken, we gaan nu luisteren over de hoogste opleiding die je kan genieten in Suriname, de Anton de Kom Universiteit. En je hebt gehoord, hij heeft gezegd, het doodgeboren kindje van Suriname, Anton de Kom Universiteit. 1. Voldoende en adequate onderwijsfaciliteiten, primaire focus op tekort aan collegezalen, ICT-voorzieningen. Ik heb hier de begroting van 2011, voorzitter. En hetzelfde ding staat hier over het onderwijs. Dan denk ik, ziet de regering ons als stelletje stommerikken? Of is men verondersteld dat we de begroting niet gaan lezen? Hetzelfde bedrag van 60 miljoen is wederom op de begroting gebracht. Met ongeveer dezelfde verdeling. Wanneer we kijken naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname, hebben we tot op de dag van vandaag niet de juiste data. Hoeveel studenten zijn binnengekomen? Hoeveel studenten per jaar zijn binnengekomen? Hoeveel studenten per jaar per studierichting zijn binnengekomen? Hoeveel studenten per jaar per tentamen een vak halen? Hoeveel studenten per jaar per vak een vak niet halen? En waarom een bepaald aantal studenten een vak per semester niet halen. Dat onderzoek is niet alleen op de universiteit niet gelukt. Het lukt ook niet op de lagere scholen. Het lukt niet op de MULO-scholen. Het lukt niet op de middelbare scholen. Aan financiële middelen zal er geen gebrek zijn. Want eeuwig hoor ik overal, er is wel geld. En als er geen geld is, voorzitter, dan zitten we hier in het parlement en dan heeft de regering de bevoegdheid om het te vragen aan het parlement, zodat het parlement bepaalt waar we zullen knippen om bepaalde projecten te realiseren. Maar dit is het eerste ding dat niet hier staat. Tweede ding. Invullen van de tekorten in docerend personeel. Korttermijn, gastdocenten via samenwerkingsovereenkomsten. Langtermijn, recruteren uit eigen kweekvijver. Voorzitter. Dit doen wij al bij jaar en dag. Dit is niet nieuws. Wanneer een kind op de universiteit komt, en we hebben allemaal, ik heb geen kinderen. Er zijn allemaal mensen hier die kinderen hebben. De jonge generatie hier in het parlement, voorzitter, zijn praktisch allemaal het kind van de rekening geworden. Wanneer men op de universiteit binnenkomt, is er geen garantie dat men aan het eind eruit gaat. Ik was van het collegejaar 1999. 120 studenten hebben zich ingeschreven in dat collegejaar. Weet u hoeveel het hebben afgemaakt in 2004? 3. Weet u hoeveel het hebben afgemaakt in 2005? Weer 3. Van die 120 hebben maar 20 hun meester in de rechte titel gehaald. 100 zijn drop-outs geworden. En dan komen we met dezelfde onzinnigheid hier over de universiteit. En weer een masterplan. Ik heb vorig jaar hier gestaan en gesproken. Het jaar ervoor hier gestaan en gesproken. Bijgestaan door alle collega's in het parlement. Voor wat betreft het onderwijsvraagstuk. En steeds heeft de minister geen concreet antwoord kunnen geven hoe het vraagstuk op de universiteit moet worden opgelost. Dat betekent dat deze regering de universiteit stiefmoederlijk behandelt. Ik wil niet zeggen dat ze het niet belangrijk vinden. Ik wil zeggen dat ze het stiefmoederlijk behandelen. Al is de universiteit een rechtspersoon sui generis. Dat betekent niet dat de minister van Onderwijs eindverantwoordelijk is voor het beleid dat op de universiteit wordt gevoerd. Ik kom ertussen, sui generis im sabi, hè? Kijk, net als EBS, we noemen dit soort instellingen sui generis. Dat is een geweldig mooi woord dat men gebruikt om te laten. Zo wande, enigste in soort. Tra concurrenten no de, dus de wande. Dus ja, dat kan dus dat de wani. Maar, nog een klein stukje. Dan gaan we verder
verhogen van de kwaliteit in het onderwijs, eisen te stellen aan docerend personeel. Dus wanneer zouden we die eisen stellen? Konden ze die eisen vorig jaar niet gesteld hebben of het jaar ervoor? Laat me u vertellen wat een kind van de rekening is, voorzitter, voor degene die het is vergeten. Onze Anton de Kom Universiteit van Suriname. Toen men is geshift naar het BAMA-systeem, heeft men iedereen gegooid in het eerste jaar BAMA. En niemand heeft zijn vakken gehaald. Weet u waarom? Omdat het tweede jaar BAMA nog niet bestond. Dit is een onlafutorie, mensen. Kijk, toen ik tweede klas, dus ja, allemaal thans nog automatisch. Want ja, als je over, dan ga je tweede klas. Ja, maar klas nog, hè. BAMA-systeem staat voor bachelor, master, hè, mensen. Maar dit zijn dingen die wij gedaan hebben. Weet je, annula voor, mijn excuses daarvoor. Maar het is vreselijk komisch om te zien dat mensen aan het roer zijn geweest en dit soort fratsen hebben uitgehaald. En wij zitten met de gevolgen vandaag. Dus niemand moest een vak halen en toen men eindelijk instroomde in het tweede jaar, bestond het derde jaar BAMA nog niet. Al die 3000 kinderen die toen op de universiteit waren, zijn kinderen van de rekening geworden. Laat me het mooier maken. Het is een klaagzang, maar ik heb tijd genomen in mijn spreekbeurt om aandacht te besteden aan onderwijs. Want een volk valt en staat met onderwijs. En in de achterliggende periode hebben wij het belang als college daarvan niet ingezien. Dat het parlement heeft toegestaan dat de regering en het ministerie van Onderwijs onzorgvuldig omgaat met de belangen van onze kinderen. En niet eenvoudig onzorgvuldig. Bijzonder onzorgvuldig. Ik ga u voorbeelden geven. Voorbeelden die u kent en voorbeelden waarvan u misschien moe wordt. Maar het zijn wel onze kinderen die daar gaan, voor wie er wordt betaald dat er college wordt gevolgd, die met hun schoenen naar daar gaan, de bus pakken misschien of die benzine tanken en die hun vakken niet kunnen halen. Dat er docenten zijn tot aan de dag van vandaag, die tentamenbriefjes na 2 maanden nog niet indienen en dan staat er hier, verhogen van de kwaliteit, eisen te stellen aan docerend personeel. Wie houdt u voor de gek, voorzitter? U houdt niemand voor de gek. Meerdere keren heeft u zelf aangehaald dat het niet kan. Waarom? En ik had het vorig jaar ook gevraagd. Waarom, voorzitter, moeten onze kinderen, wanneer wij beleidsmakers zijn, ik, Arish Monorat, met een ieder die hier zit, mee verantwoordelijk is voor het onderwijsbeleid, waarom moeten wij onze kinderen naar het buitenland sturen, zodat ze moeten leunen op het ontwikkelingsdenken van andere buitenlandse parlementariërs en buitenlandse beleidsmakers, zodat onze kinderen in het buitenland kunnen studeren. Hoeveel van onze collega-parlementariërs en ministers hun kinderen zitten niet op dit moment in het parlement, in opleidingen in het buitenland? Hoeveel van u, hoeveel van uw familieleden zijn niet weggetrokken naar het buitenland? Niet omdat men dat altijd wil misschien, maar omdat men zich er bewust van is dat het onderwijsniveau niet is wat het wezen moet. Oké, mensen, omwille van de tijd, want ja, we gaan al naar 12 uur en ja. Maar, you get the picture, hè, wat wij van onderwijs gemaakt hebben. Isabi, je moet niemand de schuld geven. Wat is het gevolg in 2024? Laten we kijken, laten we zeggen 2023, ja. Oké. Isabi, ukweki abomato. En ik tjare jaren mensen, Isabi, wani no wani. En daarom zeg ik, kijk, en nu ben ik geen Chinese, hè, want mogen we naar NPS Rusland, want ik ga mevrouw dingen. Kijk, eer wie eer toekomt, noblesse oblige mevrouw Marie Levens, die mag je niet zo behandelen. Als je weet dat ik kokoplani sedert 2014, vanaf 2010, hè? Want hij zegt het toch, 2010, 11, 12, 13, zelf de Sani. De meisje schreef gewoon naar begroting over naar de Sani. En ja, niemand leest. Je hebt niet dat Brunsch ook al lees. Naden al lees. De man dat hij Amafo, Afonso, is toch onzin, mensen. Hou op, man. Weet je, maar laat dat. Ik wil u het gevolg van dit alles, en dan ga je begrijpen waarom we zeggen, ik heb geen hoge pet van deze mensen die
komen protesteren en zeggen, je gaat begrijpen waarom ze dan niet inzien dat, kijk, ik ben mezelf aan het vernietigen door meer geld te vragen. Want dat is niet de oplossing voor mijn probleem waarmee ik geconfronteerd word. En dan ga ik zeggen, oké, kogi da granitak de konitju so de gaskoro, dan krijg je dat andere ding waar ik heb. Waar ik mezelf heb gefocust, is, en dat is dat ding van betaalde leveranciers. Ja, commercialisering, weet je mensen, de vercommercialisering in Suriname. En ja, mensen, kijk nou, iCenter, Kerpalani, vorige keer heb ik gezegd, Telesuur, Kerpalani, het is geen natrap naar deze man, nee, het is het respect hebben. Want kijk nou, je hoeft het niet eens te zijn met hem. Maar uiteindelijk, in je tekemonie investeer. Suriname heeft een iCenter. Maar, over je gemeente. If you know paya leverancier. Atompai, nanga eik, origeri, namens de leverancier. Ik weet het niet. Is het zo? Het valt me wel op. Is een constatering, aan een afverwijt, is een vraag. Gevolg van het nalaten. Denk aan dat woord. Doen en nalaten. If you do as any, kan je strafrechter vervolgd worden. Maar ook als je nalaat, denk aan dat ding wat ik je verteld heb. Mensen in hulpeloze toestand achterlaten. Dat wil zeggen, je hebt nagelaten. Nalaten is ook strafbaar. Daar wat je had moeten doen, heb je nagelaten. En daar wat je had moeten nalaten, heb je gedaan. Afromo, misabi. Maar minou afromo figuur. Vandaag ben ik Tjanis, morgen, nu ga ik over mevrouw Levenspraat. Ik ben van jouw karasan in Russisch of zo. Ja, mijn onkel, dank de Marike, dat ik ben ook voorstander van Poetin. Ik ben Poetis. Is een foute zodat mensen laat dat kunnen worden presenteren. Gevolg van het onderwijsbeleid. En waar ik iedereen gaat bespiegelen die mevrouw Marie Levens aanspreekt. Ja, dat ik naar één schuld. Nee. We gaan luisteren naar het gevolg wat er met onderwijs vandaag aan de hand is. Zo mikving. Ik neem u mee, mensen. Dank u wel, lid Sadi. Dan gaan we naar lid Lusha. Dank u wel, voorzitter. Laat me beginnen om de minister te bedanken. Ik zie zijn betoog meer als een aankondiging tot een goede samenwerking met het parlement. En we kijken vol vertrouwen uit, minister, dat u gauw terugkomt, zodat we kunnen werken aan een goed wetsproduct. Maar minister, ik ben nog niet tevreden. Ik ben nog niet tevreden, voorzitter, omdat ik nog niets duidelijk gehoord heb met betrekking tot de uitgangspunt, het structuur, standaardisatie en de grens met betrekking tot het doorstromen, voorzitter. Voorzitter, ik heb hier een voorbeeld van een rapport welke circuleert op social media, voorzitter. Voorzitter, en ik zal het kindje maar een naam geven. Ik heb hier het rapport van kindje Peppy. En als ik zo naar de cijfers kijk, vraag ik me af, als we wel degelijk ervan bewust zijn waarmee we bezig zijn. Ik zie hier voor lezen 4, schrijven 4, rekenen 2, Nederlandse taal 3, adreskunde 3, geschiedenis 3 en ga zo maar door. De enige voldoende die kindje Peppy gehad heeft is voor godsdienst. En hij zegt terecht, dankzij God ben ik doorgestroomd. Dus hij is ervan bewust. En daarom wil ik de vraag stellen aan de minister, waarmee zijn we bezig? We hebben een doorstromingsbeleid, ik ben er niet tegen, maar we moeten wel een grens gaan vaststellen. We moeten kinderen en ouders wel laten weten dat er een grens is. In mijn tijd toen ik naar school ging, voorzitter, had je berekende 5. Aan de hand daarvan werd er dus een grens bepaald als je nou overging of niet. Nu hebben we een doorstromingsbeleid, geen probleem, maar er moet wel een duidelijke lijn komen. Laten we bijvoorbeeld voorstellen dat het kindje niet lager dan een. Dank u wel, lid Lusje. Dan gaan we naar lid.
Ja, dat was lid Lusje. En mensen zeggen, dit is het gevolg van het beleid. En hoe komt het? Kijk, mensen gaan altijd mevrouw Marie Levens de schuld geven. Is niet waar. Tijdens COVID, mevrouw Lilian Verlier was genoodzaakt om het doorstromingsbeleid in te voeren. In Archimie. Doorstroombeleid is niet van mevrouw Marie Levens. Dat is mede het gevolg geweest van het COVID-beleid. Kinderen mochten en konden niet naar school. En ja, we waren genoodzaakt om deze kinderen niet te ontmoedigen, hebben we het doorstroombeleid ingevoerd. Iedereen die naar voren komt, mensen als Guillermo Samson, Limbo, Oosburg, die het, en Robert Peneu, want die zijn prominent naar voren gekomen om je te komen vertellen dat Marie Levens is. Dat zijn gewoon leugenaars. Laat mij dat duidelijk zeggen. Want al laat ik Bami Wangwa ofzo. Dan weet je hoe ik erover denk. Het kan niet, mensen. Die zien naar Sunny, weet je. En kijk, je moet Pepi de schuld ook niet geven, Isabi. Want ja, hij of zij is de dupe van dat hele onderwijsbeleid waarvan wij eigenlijk niet goed op de hoogte zijn van wat we destijds... De laatste vraag, ik had een persoonlijke vraag. Ja, deze onzin wil ik niet horen. Ja, dat wat we met dat beleid moesten doen tijdens COVID. Maar nu zie je dat er mensen op zijn gestaan, mevrouw Marie Levens, die zegt nee, we gaan dit ding stopzetten. Ja, however, ook weer denkbaar, dat kun je naar voren komen. Onaf presteren. Dus ja, jong, als mij op poring gewoon. Dus je moet opdonderen. Marie Levens, die heeft zich dan teruggetrokken, omdat de NPS zich heeft teruggetrokken. Nu krijg je meneer Ori. En ja, wie is de gebeten hond? Ja, die man die ontwikkeling zou brengen. Iedermantje ontwikkeling kon die onder. Ja, hij brengt het. You know one thing. Want Peppy, wanneer nog wanneer? Peppy. Oh, we go presteren nu. Ja, maar dat wilden we niet. En je begrijpt toch, kijk, zo zijn er door de jaren heen mensen groot geworden, zijn naar school gegaan en al die dingen, maar hun niveau, dat ding van Manorat, ik wil het eigenlijk delen met jullie, maar de tijd, hè, mensen, Isabi, en het is mijn schuld hoor, want naar Micolati, Isabi. Maar overtuig jezelf weer van wat er speelt in het gezond onderwijs. Waarom onze mensen die zich beroepen op het feit, ja, Suriname heeft kader, dat jij daar dat met een korreltje zout moet nemen. Omdat, ja, als je nagaat, mensen die sinds 2010 naar school zijn geweest, het kind van de rekening zijn, 2010 tot 24 mensen, Terry om een jari, Iga Scoro, en jouw schoolopleiding leidt er niet toe dat jij in staat bent om zaken te begrijpen. Denk aan dat ding van dat geld. Weet je, omdat je het dan vindt. Ja, if me kies more money dan, ja. Mika libi boom, togo shu boom, gim more money. Ja, als deze tak, ja. Gim more money ook toe, gim me bruine bonen. Gim more money. Ja, poor burku weer burku mensen. Wij hebben in Suriname mensen die Peppy heten op topniveau. En die niet voor ontwikkeling gaan zorgen. Dank u wel, voorzitter. Laat me beginnen om de minister te bedanken. Ik zie zijn betoog meer als een aankondiging tot een goede samenwerking met het parlement. En we kijken vol vertrouwen uit, minister, dat u gauw terugkomt, zodat we kunnen werken aan een goed wetsproduct. Maar minister, ik ben nog niet tevreden. Ik ben nog niet tevreden, voorzitter, omdat ik nog niets duidelijk gehoord heb met betrekking tot de uitgangspunt, het structuur, standaardisatie en de grens met betrekking tot het doorstromen, voorzitter. Voorzitter, ik heb hier een voorbeeld van een rapport welke circuleert op social media, voorzitter. Voorzitter, en ik zal het kindje maar een naam geven. Ik heb hier het rapport van kindje Peppy. En als ik zo naar de cijfers kijk, vraag ik me af, als we wel degelijk ervan bewust zijn waarmee we bezig zijn. Ik zie hier voor leasen
4 schrijven, 4 rekenen, 2 Nederlandse taal, 3 adreskunde, 3 geschiedenis, 3 en ga zo maar door. De enige voldoende die kindje Peppy gehad heeft is voor godsdienst. En hij zegt terecht, dankzij God ben ik doorgestroomd. Dus hij is ervan bewust. En daarom wil ik de vraag stellen aan de minister, waarmee zijn we bezig? We hebben een doorstromingsbeleid, ik ben er niet tegen, maar we moeten wel een grens gaan vaststellen. We moeten kinderen en ouders wel laten weten dat er een grens is. In mijn tijd toen ik naar school ging, voorzitter, had je berekende vijven. Aan de hand daarvan werd er dus een grens bepaald als je nou overging of niet. Nu hebben we een doorstromingsbeleid, geen probleem, maar er moet wel een duidelijke lijn komen. Laten we bijvoorbeeld voorstellen dat het kindje niet lager dan een... Ja mensen, I rest my case, weet u. En ja, dit is wat er vandaag daadwerkelijk afspeelt in de onderwijswereld. Ja, ik ga nog even naar het appje hier zo. Dan... Oké, mensen. Meester Singh, het is toch algemeen bekend dat Atom Pai consorten zich bezighouden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dacht dat dit publiek geheim is, passend bij dit soort mensen. Ja. Maar, kijk nou, dat ding van Atom Pai, het verbaast vriend en vijand. Hè. Want kijk nou. Ja. Je weet toch mensen, er zijn twee kanten, links of rechts, onder of boven, ja, voor of achter. Als je tegen bent, tegen emotie, je wil niet met hem praten, maar je wil wel met Santokki praten, ja, hoe zit het dan eigenlijk? Want ja, moet je luisteren, kijk nou, ik zou zeggen, moet je luisteren, Santokki en Atom Pai, Amoxie. Ze vormen één regering, dus ik. Jullie bekijken het maar. Ik wil met geen van beiden praten. Ja, met wie ga je dan praten? Ja, maar als je duidelijk laat blijken dat je tegen de minister bent. En de minister waar jij ondergeschikt aan bent en waar jij in dienst bent. Weet je, dan moet je daar anders mee omgaan. Jij komt niet bepalen om een minister te kiezen. Jij hebt dat niet voor het zeggen. Je moet je plaats kennen. En in Suriname kennen we onze plaats niet. Vandaar dat we dit soort dingen doen. Mensen, ik ben jou begonnen te vertellen van, kijk, ik heb die twee. Dit ding heeft het nieuws beheerst in Suriname, met name de protesten, veiligheidsbonden. Ik heb dat ding gesplitst, de veiligheidsbonden, met name... politie, brandweer, penitentiaire werkers, voor zo bij Kadema, dat cipieren, isabi. Maar goed, wat ze dan neemt. En dan de douane. Ik heb je laten zien, van kijk nou, ik heb er een hard hoofd in. Vakbondsleden, te denk, ja, kalakade, het draait dat het eet, ja, maar ja. Je kan pompen toen zien voor Monina, Sani, toch? Hou daar rekening mee, al dat soort dingen, weet je. Maar gewoon even dat hij dan, ja. Nonsens. Maar op een gegeven moment zie je, van hij beseft het, hij weet wat er gaande is. En dat toen ook aan het doen. En ja, als je 110% verhoging krijgt, mensen, kababa. Als je niet doorhebt, dat je voorzien bij vergeen IT-baartje. Dan moet je het moeilijk, want dat is moeilijk. Nou, ik kies IT dus zo. Maar dan moet je toch, moet er een klein belletje gaan rinkelen bij jou, isabi. Taki jongens, heb je dat jongens, sanap afuka. Weet je, ja, maar dan kom je erachter, zeg, aan de man begrijping. Ik kan het niet. En wij geven mensen de schuld, ik vooral. Ik geef de vest de schuld, jij moet deze mensen dat komen uitleggen en nader toelichten. We hebben gefaald. Programmamakers ook. Je moet de je zit er voor de Surinamer toch. Je kan mensen komen uit interviewen en dat zo is geweldig mooi. Maar je kan ook achter de naakte waarheid gaan om te kijken van, jongen, waar steekt dat? Dat is met betrekking tot de bonden, ik heb het je gezegd. Ik heb er een hard hoofd in, waarom? Omdat, ja, die mensen zijn met een eis gekomen van, ja, betaal de leverancier, dan gaat er bij mij
een paar alarmbellen rinkelen. Dan zeg ik, jongen, kijk, ik heb daar moeite mee, want ja, het werkt niet zo bij mij. Als je komt protesteren voor jezelf, prima, maar als je derde gaat beschermen en je gaat eisen dat, ja, even een paar leveranciën, ja, dan heb je een probleem met ons. Dus dat zie ik niet zitten. Dat kan niet, Isabé. Ik ben overgestapt naar de gezondheidszorg. Ik heb je gezegd, ik vind het een hele onfatsoenlijke man, die Lloyd Paul, dat hij die mensen die in een levensbedreigende situatie zitten, gewoon finaal in de steek heeft gelaten. Vandaar dat ik geen goed woord heb van verpleegkundigen. En ik zeg je eerlijk, ik heb dat nooit gehad hoor in Suriname. Het sentiment is en wil altijd, ja, die mensen werken hard en dit. Ik zeg opgedonderd met hun. Laat mij jou dat eerlijk zeggen. Weet je, want kijk, wij praten met Surinaamse mensen die uit Suriname gekomen zijn en die toevallig dan naar het ziekenhuis moesten omdat ze een beetje hulp nodig hadden. En dan komen ze met de verhalen en als je ziet hoe die mensen behandeld zijn destijds, vandaar dat ik zeg, ze zijn bespiegelswaardig voor mij. Ik heb u uitgelegd, datzelfde geval bij die veiligheidsbonden, zie je terugkomen bij de ziekenhuisbonden. Ook, oh, ja, wij hebben nooit geweten tot hopelijk vandaag dat je ziet dat mensen, dat de gezondheidszorg geheel vercommercialiseerd is. Vercommercialiseerd, nou een heel moeilijk woord, dat jongen, look, no. De man zei bepaald, na zakenman, kapitalisten, want ja, ik kan kosteren, maar je tekie money in jan drie. Isabé, de man tek de money, de man investeert, want trouwens, ik wou hier I-center, gebouwen, operatiekamer, opleidingen, verzorg voor artsen, oogartsen. En Suriname geniet ervan. Ja, maar wacht eens even. Suriname geniet ervan. Ik, denom kosamang, want nam aan tekemoni. Jullie doen het. Snap je? Een ander is die My Lab van die meneer Jimmy Rassam. Ja, ik de man doe. Als je zo Suriname moet gaan opbouwen, maar dan moet je niet klagen. Voor tak tak, ja, je goor gera lante, ja, of je goor doe, weet je. Onderwijsmensen heeft het te maken, want ja, kijk, als Surinamers tot op heden niet doorhebben wat er speelt daar, we kunnen dat onderscheid niet maken. Ik ben begonnen ook in het begin al die apps te luisteren. Kijk, wij zien Indianen, inheemse dan, in een tak Indianen, want Soleiman, Soutwampiri, Kiri, inheemse, Marons, je noemt dat ook toe, tribale volken. Die mensen zijn slachtoffer. Het is niet zo. Ik heb een hele andere kijk op zaken en ik kan het onderbouwen. Want ja, deze mensen klagen steen en been. Dacht, ja, maar ik kus ook goed toe. Ja, maar dan je zei een gimta. Of ja, je gaat actie, concessie. En mijn werk ook je concessie die. En die lang ga je aan het kamoni. En ik heb je dat laten beluisteren toch. Want president, dacht, ja, maar dan je zei de zanto. Iser telekie, iser een brug, iser openbare werken, kom ik een brug dat bestemd is voor het publieke belang. Toch isering. En we lachen en we joke erover, dat ja, daar de man kon de man zeggen, ja, maar die man leeft in de wanwereld, dat hij is eerste bewoner, dus alles is van hem. Dat hij meka brokje, ja, grand tangi, magwe. Want wat eerste man, na unu meki tanja ugi toestemming. Ja, pas schrijf je dan. Weet je? Kijk, zolang wij niet ophouden met dit soort gedachtegang, gaan we niet vooruitkomen. Iemand die als eerst, die pretendeert privileges te hebben omdat hij eerste bewoner is, Isabi. Of die andere, ik kon, ja, maar tweede bewoner. Ja, derde man, ja, contractarbeiders, ja, op of vrij. Want je hebt minder te zeggen, ja. Zo kan je niet in het leven staan. Weet u. Dus mensen moeten zich niet bij mij als slachtoffer komen gedragen. Als dat zo is, ga ik er goed naar kijken. Weet je. Ik ga niet makkelijk overstag. Ja. Ik ga stoppen hiermee. Is al bijna kwart over vier mensen. Ik ga al mijn appers bedanken. En ik ga jullie een hele prettige en gezonde nacht toewensen. Het is baldadig warm, dus ja, het wordt een woelige nacht vandaag, mensen, Isabi. Ik zeg tegen u gezond weer op morgen. En ja, hopelijk zie ik jullie
volgende week weer terug. En dan kunnen we weer met elkaar in discussie gaan. En mensen, ja, laten we afwachten en kijken wat er gebeurt in Suriname. Het is nog steeds zondag. Nee, niet meer. Het is nu maandagnacht, 2 september 2024. Mensen, mijn naam is Sing. Ik hou het voor gezien. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.